مدے لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. Dames en heren luisteraars, van harte goedemorgen en welkom tot deze zaterdagsaflevering van Gisteren, Vandaag en Morgen. Rashid Pierkans Kal Ajorkal. Dit is de aflevering voor zaterdag 15 augustus 2020. Gisteren, Vandaag en Morgen. Kal Ajorkal wordt live uitgezonden vanuit Paramaribo, Suriname. En is nu te beluisteren via de RBN Radio Frequenties. RP de Hot One 89.7 FM. Deze uitzending is ook te beluisteren via ACME Radio 91.3 FM. In een simulcast zit deze uitzending in Nikeri op de 103.5 FM. Kala Jarkal is ook live te zien via YouTube. Daarvoor gaat u naar de YouTube Zorg Islat in RBN Suriname. Dan kunt u deze uitzending ook live volgen overal ter wereld waar u de beschikking hebt over internet. Gisteren, Vandaag en Morgen is ook live te zien via Alpha Televisie Facebook Channel. U gaat naar uw Facebook page. U slaat in Alpha Channel Suriname. Dan kunt u deze uitzending ook volgen. Online is deze uitzending te beluisteren via de website van Dagblad Suriname. Daarvoor gaat u naar dbsuriname.com. En landelijk te zien in ons eigen land Suriname via Rapar Broadcasting Network kanaal 5.1. Mijn naam is Farid Pierkan, ik ben uw presentator voor gisteren, vandaag en morgen, Rashid Pierkan Skala Jorkal, en zeg tegen u allemaal assalamu alaikum. Laat me mijn dierbare plicht vervullen door alle mensen te condoleren die een dierbare hebben verloren en u allemaal veel sterkte toe te wensen in deze moeilijke dagen voor u allemaal. De mensen die ziek zijn wens ik van harte beterschap toe. En vandaag uiteraard moet ik een aantal mensen feliciteren die jarig zijn. Maar over het algemeen, als u allemaal jarig bent vandaag, en het is vandaag uw jaardag, wens ik u een heel aangename dag toe. Vandaag willen we ook feliciteren op deze zaterdag van 15 augustus, Jai Palat Singh. Hij is woonachtig in Nederland. Ik wens hem een hele mooie dag in Nederland toe. En ook Consuela Ralte is vandaag jarig. Ook een mooie dag aan Consuela toegewenst. De volgende persoon mag zich gaan voorbereiden voor haar jaardag op maandag 17 augustus. En dat is Vina Zugnandan Suraj Pandey. Die wordt er maandag 75 jaar. Een mooie leeftijd. Gefeliciteerd alvast namens Bies, Betsy, Shakun, Sabit, Yvonne en Rudre. En alle lieve families. En ze met een nickname Dikke. Oké. Een mooie voorbereiding toegewenst. Op maandag 17 augustus. Verder ook maandag 17 augustus kan de volgende persoon zijn jaardag voorbereiden. Dat is Sadruddin Mohammed. En die heet ook wel Sadru, wordt hij genoemd. Is een Trini, woonachtig in Trinidad. En hij mag zijn jaardag ook gaan voorbereiden. Sadruddin Mohammed. Sadru is de zoon van de bekende Muin Mohammed uit Trinidad. De mensen die in de jaren 60, 70 populaire tv-programma daar hebben gepresenteerd onder de naam Mastana Bahar. Ze komen uit de Mohammed family en ze hebben ook heel veel gedaan op cultureel gebied in Trinidad en Tobago. En in de jaren 70, 60, 70 hebben ze ook veel culturele uitwisselingen gedaan met Suriname. Sadruddin Mohammed's birthday in Trinidad en Tobago on Monday, August 17. Verder moet ik u nog doorgeven voor vandaag, uiteraard. En over het algemeen, als u een van de dagen jarig bent, wens ik u ook een hele goede voorbereiding toe. En als u wenst dat ik het graag bekend maak voor u, verwelkom ik die informatie van u ook. En dat doe ik het met heel veel genoegen. De internationale olieprijzen voor u. Een vat noteert $44.99. De goudprijs noteert $1,944 voor een troy ounce. De goudprijs ziet er nog steeds verdomd goed uit. En ik heb u al vaker uitgelegd waarom het komt. De wereldeconomie is bijna tot stilstand gekomen. Mensen gaan naar goud omdat ze weinig mogelijkheden hebben om hun middelen te beleggen. Dus dan kiezen ze voor zekerheid en dat is altijd goud geweest. En overigens, je kan ook in goud beleggen. De lokale koersen, de informele koersen uiteraard, wat ik u ga doorgeven. En dit is zover u mami en papi kent. Giraal voor
De Amerikaanse dollar, 14 SRD en 25 cent voor 1 Amerikaanse dollar. Dat komt even mijn stem tot stilstand als ik deze bedragen lees. En dat is dan voor de aankoop. En de verkoop noteert 14 SRD 75. Voor contant is dat 14,75 om 15,25. En de euro gaat voor 15,10 om 15,35. En dat is alleen bij mami en papi. Vandaag gaan we u uiteraard ook de gelegenheid geven, zoals gebruik, uw mening te geven in Rashid Pirkans Kal Ajor Kal. Maar laten we een klein beetje warm lopen met wat internationale informatie voor u. Want u weet, we zijn niet alleen op onze aardbol. Er zijn pakweg 199 landen waarmee we die delen samen. In mooie tijden, in minder goede tijden. En vooral nu de wereld in minder goede tijden. De hele wereld is in minder goede tijden. Rusland is begonnen met de productie van een coronavaccin. Dat meldt staatsbureau Interfax vanmorgen. Critici hebben echter grote twijfels bij dit vaccin, omdat onderzoeksfases 2 en 3, waarin getest wordt of het vaccin werkt, overgeslagen zijn. Duitsland verklaart bijna heel Spanje tot risicogebied. Spanje sluit alle discotheken en nachtclubs om verder verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Restaurants en bars mogen open blijven, maar moeten voortaan elke nacht om 1 uur in de ochtend dicht. Levertijd voor handschoenen uit Maleisië loopt op tot een jaar. De grootste fabrikant die rubberhandschoenen produceert, als je daar gaat bestellen, dan moet je nou bijna een jaar wachten voor je je product krijgt. Omdat er een grote vraag is ernaar en je kunt begrijpen waarom. Alles heeft te maken met het coronavirus, daarmee heeft het te maken, iedereen. Men gebruikt relatief nog veel meer van die rubberhandschoenen dan in normale situaties, welke wij gekend hebben het vorig jaar in Suriname voor maart van dit jaar. Zelfisolatie reizigers uit Nederland en Frankrijk in het Verenigd Koninkrijk. Het wereldwijde dodenaantal door de uitbraak van het coronavirus is de 750.000 voorbij. Gemiddeld iedere 15 seconden sterft iemand aan de gevolgen van COVID-19. Zo becijferde persbureau Reuters. In de Verenigde Staten, Brazilië en Mexico vielen de meeste doden. Het virus stak eind vorig jaar de kop op in China en verspreidde zich in enkele maanden overal ter wereld, ook in ons eigen land. De Verenigde Staten en Latijns-Amerika zijn momenteel de voornaamste coronabrandhaarden. Daar hebben de autoriteiten grote moeite om de uitbraak van het virus onder controle te krijgen. Het duurde relatief lang voordat het virus voet aan de grond kreeg in Latijns-Amerika, waar ongeveer 640 miljoen mensen wonen. Armoede en dichtbevolkte steden maken het lastig om het virus daar te bestrijden. Dan brengen we u naar de Verenigde Staten van Amerika. In november vinden er presidentiële verkiezingen plaats in Amerika. Daar Joe Biden gaat het dan opnemen tegen de huidige president Donald Trump. En Joe Biden heeft als zijn running mate Kamala Harris gekozen als vice president running mate. Maar de democraten moeten daarvoor eerst een conventie beleggen. En normaliter gebeurt dat door lijfelijke aanwezigheid. Maar doordat dat nu door COVID-19 niet kan, dan gaan ze dat ook nog virtueel doen. De democratische conventie in augustus wordt grotendeels een virtuele aangelegenheid, vanwege zorgen over het coronavirus. Gedelegeerden is gevraagd de conventie vanuit huis online bij te wonen en te volgen. Deze kiesmannen zijn belangrijk voor het bepalen van de koers van de Democratische Partij. Kandidaten stappen tijdens de voorverkiezingen nooit officieel uit de race, omdat ze nog stemmen kunnen krijgen en kiesmannen kunnen vergaren. De Amerikaanse president Donald Trump heeft geprobeerd twijfel te zaaien over de Amerikaanse nationaliteit van de democratische vicepresidentskandidaat Kamala Harris. Ik hoorde vandaag, zei hij, dat Kamala Harris niet aan de voorwaarden zou voldoen om kandidaat te zijn voor het vicepresidentschap, zei Trump tijdens een persconferentie. Harris, dochter van een Indiaanse moeder en Jamaicaanse vader, is geboren in de Amerikaanse stad Oakland. Daarmee is ze volgens de wet automatisch een Amerikaans staatsburger. De Democratische Partij zei op CNN niet verbaasd te zijn over de opmerkingen van Donald Trump. We zijn wel verbaasd dat hij er al snel,
Wij zijn al wel verbaasd dat hij er al zo snel na het bekend worden van haar nominatie meekomt. Aldus de Democraten in een reactie. Dit is Calin Jorkel. Laat me de telefoonlijnen voor u opengooien, dames en heren. En zoals gebruik verwelkom ik uw maatschappelijke mening in deze aflevering van Rachid Pierkans Calin Jorkel. De rules and regulations zijn bekend bij u, maar zover dat nog een beetje onbekend is bij een aantal mensen, het is heel simpel. U mag uw mening delen. Zorg ervoor dat u geen mensen beledigt. Ik geef u een advies om graag één onderwerp te behandelen. Blik het goed in, zodat uw onderwerp goed tot uiting komt. En waarom ik dit verzoek doe, zodat meerdere mensen de gelegenheid ook kunnen krijgen om in te bellen in Kal A. Jorkel. En een ander verzoek aan u, in het geval u de verbinding krijgt en u wordt doorgezet in deze uitzending, vraag ik u om uw radio en of uw televisiegeluid zacht te doen, vanwege het feit dat als u het luid aandoet, wij een enorme feedback terugkrijgen, welke hinderlijk is voor andere mensen die luisteren en kijken. Dit is alleen maar een vriendelijk verzoek. Wat COVID-19 aangaat in ons eigen land. 77 nieuwe COVID-19 besmettingen en 41ste doden. Ons land heeft gisteren vrijdag 77 nieuwe COVID-19 besmettingen geregistreerd en de 41ste doden. 64 patiënten zijn genezen verklaard, zo meldt de COVID-19 website. In ziekenhuizen liggen buiten intensive care units, 153 patiënten zijn op ICU's en, ik herhaal, in ziekenhuizen liggen buiten intensive care units 143 patiënten en op ICU's 15 patiënten. In totaal hebben sinds medio maart 2.838 personen positief getest en zijn 1.894 patiënten genezen verklaard. Door de politie is geconstateerd dat het aantal personen die zich niet houdt aan de lockdown ofwel de avondklok aan het stijgen is. Dit gedrag is onacceptabel, zo laat het Korps Politie Suriname weten. De politie zal weer gebruik maken van de bevoegdheid haar gegeven in artikel 11 van het politiehandvest. Met ingang van gisteren, vrijdag 14 augustus, heeft de politie weer aanhoudingen verricht bij overtreders. Ze werden toen overgebracht naar het politiebureau. Het enige wat men vraagt aan u, en wij vragen dat ook aan u, dat u zich gewoon moet houden aan de regels uitgezet door de staat Suriname ter bescherming van ons allemaal. Goedemorgen, dit is Kal A. Jorkel. U bent in de uitzending. Gaat uw gang. Goedemorgen, meneer Farid. Goedemorgen, luisteraars. Ja, gaat uw gang. Ik wil het namelijk hebben eigenlijk over de bushouders. Ik zit namelijk ook in die groep. En ja, het gaat helemaal niet zijn gangetje. We zitten namelijk al 5 maanden thuis. We zijn thuisgezet door de NDP-regering. De vorige regering, laat me het zo zeggen. Vanwege die COVID-situatie. Begrijpelijk natuurlijk om die verspreiding tegen te gaan. Maar zo ook heeft de nieuwe president in uw programma, 1 dag voor de verkiezing, ook gezegd dat hij naar ons gaat kijken. Tot nu toe hebben we niks van hem gehoord. Ze zitten vandaag al een maand. Er zijn wel besprekingen geweest met het ministerie van TCT. De PLO is geweest wel een aantal keren, maar tot nu toe zonder resultaat. En ik vind als hij heeft in zijn uitspraak, heeft die uitspraak gedaan die dag, dat hij die groep wel gaat kennen zolang hij zit. Hij heeft ook gezegd dat hij noodfondsgelden gaat krijgen van hier en daar. Maar je hoort continu, er is geen geld, er is geen geld. Ik vind, we zitten nu al 5 maanden thuis. Al zit je al een maand, als je had beloofd dat je dat ding zou aanpakken, dan denk ik, en natuurlijk zijn er een heleboel zaken die aangepakt moeten worden. Maar je moet natuurlijk die groep niet vergeten die geen inkomen heeft vanwege die situatie. Iedereen die bij de ambtenarij zit, krijgt lekker wel zijn geld eind van de maand. En ik vind, als je ook geen geld hebt, moet je beginnen te saneren in de ambtenarij, toch? Je hebt ex-ministers die gewoon hun geld krijgen. Wij als derde wereldland, een land in ontwikkeling moet ik het noemen, vindt u niet dat de ex-ministers geen geld moeten krijgen? Want dat ding is, als je ziet in de vorige regering hebben we
zoveel ministers verwisseld. En ja, iedereen krijgt zijn geld door. Dat ding is eigenlijk een politieke stunt dat iemand voor een bepaalde tijd zit en daar heeft hij voor liever lang zijn geld. Oké, ik wil even voor ik daarop inga teruggaan naar uw startpunt als beurshouder. Want dat was uw startpunt. Ja, dat is mijn startpunt. En daarover wil ik het gaan hebben eerst. Ja. De beurshouders hebben wel in de prille fase wel een uitkering gehad, correct of niet correct? Ja. Oké, maanden hebben ze wel. Prima, want het is ook goed dat die samenleving dat ook weet. We hebben 2 maanden gehad en dat is ongeveer 2000 SRD per maand. En we hebben het voor 2 gehad. Maar u weet zelf dat... Dat is niet mijn vraagstelling. We gaan niet naar de prijzen van de winkels. Ja. De vraagstelling was, jullie hebben wel iets gehad. Want we moeten niet de indruk wekken dat jullie niks hebben gehad. Nee, omdat ik u dat heb gevraagd. Ja. Daarom, dus het is goed omdat de mensen ook weten dat jullie wel iets hebben gehad, maar nog niet volledig hebben gehad, want jullie hebben wel gehad. Dat is 1. Mijn tweede vraag, hebben jullie een oplossingsmodel gepresenteerd? Want jullie zijn beurshouders, jullie denken ook. Wat is jullie oplossingsmodel? Behalve geld. Behalve geld. Gepresenteerd aan het ministerie. Vertel me. We zijn laatst ook geweest bij een sessie. Er is een nieuwe protocollenteam opgeroepen door minister van Volksgezondheid. Ik ben zelf in die sessie gegaan. We hebben alles een soort uitgewerkt. We hebben teruggekoppeld met die mensen. En dat is 2 weken geleden. Was het al rond. En we hebben tot vandaag niks meer gehoord. Oké, nu mijn vraag. Wat is het model? Behalve die sessieverhaal. Het model is dat we met 12 man zouden rijden. Dus je kan natuurlijk die anderhalve meter niet in die bus waarborgen. Maar we hadden dat we met open ramen zouden rijden en 12 man. En dat zou wel haalbaar zijn, zei het team. Maar daarna zijn ze niet meer terug naar ons gekomen. Oké, dus belangrijk is, er is wel een model gepresenteerd. Er is wel een model nu is het punt, dit model moet afgehandeld worden. Ja, het is eigenlijk is het al, dat ding is al afgerond volgens die man die dat ding in elkaar heeft gezet. Want hij zei het is al helemaal rond, hij heeft het al afgegeven aan de minister. Prima. Dan wil ik u niet, want ik ken die materie ook. Dus daarom wil ik snel voor de luisteraar, snel jumpstarten. Als 12 mensen in de bus gaat, wat kan, want jullie hebben buscapaciteit van maximaal 25 mensen, dacht ik. Ja. En mijn vraag is, als er iemand... Die bus binnenstap is alleen voor mijn oriëntatie om dat te weten en ook voor de mensen die kijken. Ja. Hoe doen jullie die ontsmetting voordat iemand in een bus stapt? Dat is 1. En 2, als die bus een eindhalte heeft bereikt, gebeurt er ook een ontsmetting van die bus compleet weer? Ja, dat is voorgesteld. Ja, vertel ons. Er is voorgesteld dat we die stoelen afnemen en ook die spray hebben en dat ook op de vloer spuiten. En bij het instappen van die bus... is er ook een flesje met die ontsmetting. Mm. En dan ontsmetten ze hun handen en dan gaan ze daarna zitten, mondkap verplicht. Mm-hmm. Geweldig. Zo gaat het door. Het is ook leuk dat die mensen weten dat er een model is. Los van het feit dat jullie zeggen dat jullie niet kunnen rijden. Kijk, natuurlijk heb je het probleem nu ook van die kleine busjes, die illegale busjes die er zijn. En dat wordt ook een beetje, ik heb gehoord wel dat het deze laatste dagen is aangepakt. Natuurlijk is het niet goed te spreken dat ze dat doen, want ze... vullen die mensen echt helemaal propvol in die bussen. Er wordt wel al nagekeken, hebben wij vernomen van het ministerie. Maar je moet ook rekening houden, die COVID-situatie is een beetje aan het normaliseren. Mensen moeten aan het werk. Dus je moet daarmee ook rekening houden van als dat gedeelte gaat stoppen op den duur van die kleine busjes. Maar niet iedereen heeft een auto. Mensen moeten aan het werk. Dus het is eigenlijk een prioriteit dat de regering eraan werkt dat deze bussen weer gaan rijden. Want als iemand geen auto heeft, gaat hij geen taxi betalen, 50 en 60 SRD om aan het werk te komen, dan hoeft hij niet te gaan werken, toch? Correct. Ja, je hebt gelijk. Correct. En hetgeen is eigenlijk, die vorige vergoeding wat we hebben gekregen, is al een hele poos geleden. En wij trekken steeds aan de bel, we weten dat er weinig geld is, dus kom met die regels... dat we weer kunnen opstarten. Kom met die methodes, wat we samen hebben uitgewerkt, dat het de staat niet zoveel kost meer. Mm-hmm. Maar ik wil niet over alle achterstallige betaling horen, want dat hoor ik al tig keren, dat probleem kennen we. Maar wat ik wil weten, als er 12 mensen in een bus moeten, en dat plan is al een beetje doorgepraat, zeg je, wat gaat het bustarief van die mensen zijn? Maar met 12 mensen, daar komen jullie ook niet uit. Nee,
geleden hebben we ook voorstellen gedaan, toch, aan het ministerie. Laten we horen. Vertel ons. We hebben gezegd, dus op basis van die 30 personen hebben we een calculatie gemaakt. Dat is al, eigenlijk voor die COVID-situatie was dat al bij het ministerie maanden ervoor. Dan waren we al op 3,85. Dat was een normale basisrit op die situatie nu van prijzen, toch, bij die berekening. Mm-hmm. En dus nu hebben we een voorstel gedaan aan de regering. Laten we zeggen, het zit dicht bij de 4 SED op dit moment voor één persoon op basis van een volle bus. Dus het hangt helemaal van wat de regering wil. We hebben ze gezegd, of de passagier gaat het verschil moeten betalen dat je bijvoorbeeld gaat verhogen. 12 is ongeveer een derde van de capaciteit wat we normaal vervoeren. Dan ga je dat ding voor moeten verhogen op de tarief. Of de regering gaat moeten inkomen met het verschil. Dus wij hebben ze die optie gegeven, maar het juiste antwoord is nog niet naar buiten gekomen. En ik denk dat het ook daarom zo lang duurt. Ik begrijp dat. Oké. Ja. Geweldig. Maar dan bedank ik je voor de informatie en dan ga ik straks verder behandelen. Oké. Dank je wel. Prima, we hebben het gehoord. En kijk, wanneer we horen dat we kunnen niet rijden, dat weten we. Maar het is leuk dat die meneer ons ook hier vertelt. En natuurlijk, als ik hem heb gevraagd, dat we tenminste weten dat het ergens een drijfplan is. We zeggen niet het volledige plan, een drijfplan. Ten aanzien van die uitkering van die minister zeg ik het al hier tien keren. En het komt keer op keer. Het is een wettelijke voorziening dat niet correct is. Men moet het herzien. En dat moet gedaan worden, want dat stoort mensen. Dat stoort mensen. En die vraag heeft die meneer ook gesteld. Dus het is ook de taak van de regering. En de regering kijkt ernaar. Er is een commissie ingesteld. Er is reeds een commissie, als u dat hebt gemist. Want je kan het niet morgenochtend doen. Zo werkt dat ding ook niet. Het is geen gangsterstaat. Gangsterperiode zijn we voorbij. In een geordende situatie moet je gaan listen naar de problemen die er zijn. En de gevoelens en de roep van de samenleving die er is. En de roep van de samenleving is al duidelijk geworden de afgelopen periode. En daarvoor heeft men een commissie geïnstalleerd die een rapportage moet doen, een quick scan moet doen van wat men zegt, de dubbele salariering en et cetera. En dat in kaart brengen. En op basis daarvan moeten ze hun bevindingen poneren en hun voorstellen. Dus het is wel in de pipeline. Wat de uitkomst is, dat weet ik nog niet. Maar het is wel in die pipeline, maar het moet wel uit die pipeline komen. Daar gaan we ook even wel op letten. Het kan niet in die pijp blijven en het komt niet eruit, hè. Dus er is al actie. Die directe actie is direct ondernomen door de president Santokki. Misschien hebt u dat stukje ook gemist. Maar het komt. Het moet komen. Het is de wens van die samenleving. En wat die samenleving wenst, daaraan moet een goede regering aan voldoen. En natuurlijk gaan niet alle wensen in vervulling kunnen gaan. Maar als we tenminste zeggen we halen 75% tot 80% target, dan moeten we heel blij zijn. Moeten we heel blij zijn. Wat is het verschil nog 20 dat opgelost moet worden? U bent in de uitzending. Goedemorgen. Ja. Goedemorgen. Goedemorgen. Met John. Meneer John, u moet luider praten. Ja, goedemorgen. Met John. Ja, John. Gaat u gang. Ja, goedemorgen. Meneer John, u moet uw radio of uw tv zacht doen, alstublieft. Oh, ja. Sorry. Ja. Ik heb alleen maar één vraag. Er gebeurt heel veel op het politiek front. Mensen maken zich ongerust. Kunt u ons een beetje uitleggen wat er eigenlijk gebeurt? Ik moet u uitleggen, maar ik wil graag naar u luisteren. Nou, het enige dat ik doe is, ik volg Facebook, ik volg het nieuws. Ik zie dat de NDP overal weer prominent aanwezig is. En wat ik ook volg is dat men zich zorgen maakt dat NPS uit de coalitie gaat stappen. De VAP heeft geen controle op wat er gebeurt. ABOF werkt met de NDP. Iedereen maakt zich zorgen, wat gaat er gebeuren? Oké, maar wat is uw mening? Dat het helemaal niet goed gaat. U hebt waargenomen en uw waarneming heeft een conclusie. Wat is uw conclusie? Mijn conclusie is dat als Santokki als president niet ingrijpt, dat de wil van het volk niet wordt nageleefd en het gaat helemaal mislopen. Oké, dank u wel voor uw bijdrage bij deze. Ik kom er later op de dag terug. Ik kom erop terug, want het is actueel. Maar ik luister eerst graag naar mensen, zodat mogelijk mijn gedachte niet beïnvloedend kan werken of hoeft te werken op mensen die nog wensen te bellen. Dus dat wens ik niet. Dus ik wens eerst graag
de meningen te horen van de burger, zodat mijn gedachte niet beïnvloedend hoeft te zijn op mensen die nog moeten bellen. Maar ik kom er wel op terug, omdat het is gewoon actueel. Het staat op mijn agenda. Maar je weet, soms moet je even geduld hebben. U bent in de uitzending. Goeiedag. Farid, goedemorgen. Ronnie uit Wanica. Ronnie, lang niks van je gehoord, man. Nou, even kijken wat de toestand in het land is. Dus daarom. Ronnie van Wanica. Maar Ronnie, vertel me, Ronnie. Nou, zoals als ik bel, dan het is meestal het gaat om de oosten weer. Farid, we zitten al tientallen jaren met de problemen qua scallions. Niet dat voor 2010, niet dat het geen scallions waren, maar de laatste 10 jaren is het wel flink geïnvesteerd geworden in de scallions. En het is algemeen bekend. Eerst waren ze in het rivieren. Ze gingen gewoon er vandoor. En nu dat ze het rivieren geplunderd hebben, dan zijn ze begonnen het vasteland te vreten. Wat bedoel je met vasteland? Het kader, toch? Langs het rivieren. Oké, dus, maar ze waren al in de rivieren, toch? Ja, ze waren al in de rivieren, maar dat ding werkt met 2 systemen, toch? Nee. Je werkt in het rivier, je hebt de water dat nodig. Mm-hmm. Maar nu, als je niks te halen hebt met in het rivier, dan kom je aan de kade. Oké, op zo'n manier, dus helemaal aan de kant. Oké, prima. Kan. Ja. En Iwan Sleur heeft dat bewezen, heeft verschillende keren ook geattendeerd erop. Mm-hmm. Zelfs de Franse overheid heeft fotomaterialen gestuurd, toentertijd al. En niet toen, de tijd van het jaar nog. Ja. Dus, de Fransen hebben vaker geklacht daarover. Maar, oké, begrijpelijk, de vorige regering, zij hadden geen... ze wilden het niet optreden. Mm. Puntjes. Maar goed, dat laten we in het midden. Ja, maar ga je gang verder. Ik begrijp het. Gaat u gang. Gaat u maar, gang. Straks is het een maand dat we de nieuwe regering hebben. Morgen is een maand. En, morgen. Mm-hmm. En juist had ik verwacht dat zij zouden optreden. Maar dat zie ik niet in zitten. Dat heb je niet gezien. En met al de politieke ontwikkelingen wat er nu gaande is met de stroommannen van de NDP binnen de ABOP, dan mijn conclusie gaat de feestje normaal door. Ik ga vandaag een beetje technisch erover hebben. Ja, vertel. Want, we leren ook. Ik heb een beetje gefocust erop. Mm-hmm. Kijk, in de stuurmeer zijn er ook scallions. Als je de bodem geplunderd hebt, het gewoon eenvoudig uitgelegd. Als je het bodem, kijk, je hebt de harde materiaal, de zachte bodem, harde bodem. En als je dat alles helemaal losgeraakt is geworden, uiteindelijk, van natuur uit, denkt u, ik praat niet over de grote damstuur meer zelf. Ik praat over die kleine dammetjes waar het aangelegd is geworden. Gaan ze stevig blijven? Vroeg of laat gaan we problemen krijgen. Maar de informatie die ik heb gehad ook, dat af en toe waren ze ook dicht bij de kleine dammen, daar ook het land te vreten. Ik zeg het vreten, zo werkt dat systeem. Ik heb geen andere benaming voor. En toen de tijd is het ook niet opgetreden geworden. Mensen vanuit Brokkeponde hebben ook erover geklaagd toen de tijd. Dus dan was het nog dotsende minister. En dan kwam hij met een verhaaltje. Ja, ze zijn bezig kwik te zuigen. Het is niet te koud en noem maar op, bla bla bla. Maar tenminste had Dotson de daadkracht getoond voor 1 dag alleen, of voor een week, alle scallions aan de ketting vast te zetten. Al is hij teruggefloten geworden. En achteraf, we kennen de verhaaltjes. Maar, nu ben je aan zet, jaar in jaar uit hebben jullie geklacht, weet je. Nu ben jij aan zet, en wij gingen ervan uit als volk, dat als jullie komen, gaan jullie de daadkracht direct bepaalde dingen direct laten zien dat dit kan niet, dat is milieuvervuiling, weet je, opgedreven zou worden. En hij zit bij de fietsen bij ABOP. Waarom treden ze niet op?
Dat zijn die vragen van me. Oké, Ronnie. Ik ben nog niet klaar. Nee, oké. Laat me even het verlengde van dit ook afmaken. Prima. Ga je gang. We moeten één ding ook niet vergeten. Dat de afgelopen 34 jaar, dan praat ik 34 jaar, sedert de Binnenlandse Oorlog tot heden, het is de voorzitter van de ABOF die baat bij heeft qua goud wat het aangaat. Dus als we praten dat de binnenland ontricht wordt qua goudexploitatie betreft, op niet zorgvuldige manier. Het is al 34 jaar, was het al 2020. Dus ergens moet hij zijn tanden laten zien, hij moet meewerken. En als hij niet meewerkt, dan weten we waarmee we bezig zijn. Dat was mijn bijdrage. Oké, dankjewel. Het verhaal van de Scallions, dat speelt al 10 jaren. Het komt van tijd tot tijd steeds weer aan de orde. Tijdens minister Dodson, inderdaad heeft die meneer het daarnet gezegd, Dodson had één dag moed in zijn leven en lef, maar die maar letterlijk ook één dag geduurd, waar hij zei, Scallions moet aan de ketting. En uiteindelijk zijn die Scallions weer vrijgegeven. Kijk, wat er is gebeurd, is door de jaren heen hebben de regeringen, niet alleen de vorige regering, de regering daarvoor ook, hebben het gedoogd. Hè? En dat ding is gaan groeien en het is een hele grote wond geworden nu. Het is een hele grote zorg geworden. Want het begon eerst heel onschuldig en het is nu door de jaren heen een heel grote business geworden. Er gaat veel geld om in dit spel. Veel geld. En mensen praten al jaren erover. Dat er een besluit genomen moet worden, wat ga je met dit probleem doen? Oké, er is nu een regering onder leiding van president Chan Santokhi. Het is eigenlijk Chandrika Prasad, maar we kennen hem ook al wel als Chan, daarom zeg ik president Chan Santokhi. Het is morgen 30 dagen. Ik denk dat de regering, wat dit aangaat, nog even meer tijd moet krijgen om een gedegen besluit te nemen. Je kan niet als een overnight gangster handelen en zeggen, men gaat moeten kijken van hoe te handelen, hoe moet ik het doen, waarom moet ik het doen en wat zijn die redenen. De grote redenen zijn al bekend, maar het is een coalitieregering en natuurlijke hulpbronnen ligt inderdaad bij ABOP onder leiding van die nieuwe minister. Ik moet wennen aan die namen. Dat is David Ambiamofo. Dus deze minister moet ergens een besluit nemen in samenspraak met zijn voorzitter, Ronnie Brunswijk, die inderdaad in de goudsector jaren zit. En dan ook met de grote baas, dat is president Santokhi, van wat gaan we met dit ding eigenlijk doen? Dus ik denk dat daarover wel een besluit genomen gaat moeten worden. Er gaat down the road een decision moeten komen. Dus even, ik denk wat meer ruimte. 30 days is niet goed genoeg. Laten we eerlijk zijn, is niet goed genoeg. Maar je kan niet eindeloos wel blijven praten. Dus we kijken even uit wat het besluit hierover gaat zijn. U bent in de uitzending. Goedemorgen. Goedemorgen, meneer Pierkan. Goedemorgen. U spreekt tot Alexander. Ik woon aan de Quaterweg. Ik had het wel in het verleden omtrent de bussen. Ik kwam nauwelijks thuis of hoorde ik het gesprek over die bussen. Want namelijk, ik heb dus op de vergunningafdeling gezeten toen de tijd. Waar Waak gebouw is, had je de vergunningafdeling en boven had je dus de eikgebouw, eik van overheid. Moet u luisteren, als het aan mij lag, dan reden die bussen reeds lang. Nou, natuurlijk gaat de overheid rekening moeten houden met COVID, zuurig, want ik ken de mentaliteit van ons Surinamer. Bereikt u, ik heb wel vernomen dat overeenkomst bereikt was tot zover, maar namelijk hebben de chauffeurs niks meer van gehoord. Een overeenkomst van 12 inzittenden, een bus van 25 passagiers. Maar moet u luisteren, ik zou voorstellen, want het bedrag heb ik niet gehoord, maar die kleine bussen die vragen die mensen dus 10 SRD. Ik zou zeggen, als je geen behoefte hebt de stad te gaan of aan het werk, oké, dan gaat het jou dus niet interesseren om een deel uit te maken. Maar een verstandig mens zou niet
gebruik maken van een kleine bus. Omdat de kleine bus niet voorzien is van een vergunningafdeling. Ik heb op de afdeling gezeten. Tijdens de heren, zeg maar, John Tim, Miranda, noem maar op. Ja, hoe heet die laatste weer? Op de hoek van de Mirandastraat. Maar moet u luisteren. Ik zou als overheid zou de bus bijvoorbeeld in plaats van 4 SRD, zou de chauffeur tegemoet komen van 6 tot 8 SRD. Maar dan moet de overheid tot de bevolking praten dat het niet een permanente bedrag is in verband met de koffers. Want de klapstoelen worden op dat moment niet gebruikt. Begrijpt u, dus 12, dan trek je de klapstoelen er vanaf. Maar dan geef je die maar in plaats van 4 SRD, 8 SRD. Als je geen behoefte hebt de stad in te gaan, dan blijf je maar liever thuis. Want als je die 10 SRD kan betalen, dan kan je bijvoorbeeld 8, 6 of 8 SRD betalen. Begrijpt u niet? Want het kost mij naar de stad te gaan, zeg maar bijvoorbeeld de rekeningen te betalen, water, licht en telefoon, dan kost het mij al 70 SRD, 35 heen ja, en terug. Meneer Alexander, dan betaal ik in plaats van de 70, dan kan ik 8 SRD betalen en dat gebeurt maar 1 keer per maand. Begrijpt u? En als die chauffeur bijvoorbeeld 8 SRD moet krijgen van de overheid, dan zou de overheid ook tot de bevolking praten en zeggen, nee mensen, het is niet permanent, maar ik zou zeggen, dan krijgen de chauffeurs geen subsidie meer. Oké, okay, meneer, maar ik begrijp dat gedeelte, want u gaat hoger. Nee, meneer, ik zou nog verder kunnen gaan, maar goed, ik geef iemand anders de gelegenheid. Nee, maar ik wil u ook wat zeggen. Want als het erbij lag, dan reden de bus. Want ik als een gepensioneerde voor 25 jaar. Maar u luistert niet, luistert dan u wel? Dan lijk eronder. Maar in ieder geval zet ik een punt erachter als nog een heel fijne dienst te gooien. Goedemorgen. Goedemorgen. Hij luistert niet, want ik wil vragen. Maar goed, we hebben daarom geluisterd. Het komt erop neer. Het tarief mag je stellen wat je wil, hoe je wil, hoe hoog je wil. De vraagstelling is, wie betaalt het verschil? Dat is the name of the game. En als deze meneer 1 keer per maand gaat, prima, dan vind ik het leuk voor hem. Maar we moeten rekening houden, straks gaan die scholen starten. Hoe willen die scholen? Beginnen op 1 oktober, toch? Daar gaan leerlingen naar school moeten. Dus het gaat niet om een gepensioneerde die toevallig 1 keer per maand naar de stad moet. Nee, dat is niet die issue. De issue is, mensen moeten naar het werk, kinderen moeten straks naar school. En die mensen die toevallig andere diensten moeten gaan doen, dat zijn toevalligheden, dat zijn bijkomstigheden. Maar mensen moeten primair naar het werk en mensen moeten primair straks naar school. Dat is die name of the game. En mensen die toevalligheden moeten doen, dat zijn toevalligheden. Oké? Maar de name of the game is, wie betaalt het verschil? Daar gaat het nou eigenlijk om. Als die overheid besluit, tarief is dit, moet die overheid ook kunnen zeggen, het is leuk om te zeggen, laat die bevolking 8 betalen. Die bevolking kan geen 8 betalen, meneer Alexander. Die bevolking kan geen 8 betalen. U kunt het hoogwaarschijnlijk betalen, die bevolking kan het niet, dat kan ik u nu al zeggen. Maar dan gaat die overheid moeten inkomen. En de vraag is, hoeveel miljoen gaat dat per maand extra kosten? Maar uiteindelijk gaan die bussen moeten rijden. Want we willen die scholen laten starten, en als je die scholen wil laten starten, dan moet je die transportsector ook in orde brengen. U bent in de uitzending. Goedemorgen. Dag Migudo, hoe gaat het met je, mijn schat? Ja, laf op je zo. Mim laf wat a druk heb je toch? A druk heb je me, leg je uit, daarom je belly toch. Ai. Hoe ligt het je zo? Maar mijn vier toch a druk heb je? Ja, kijk. Of je hebt... Ja toch, mijn ding a kondre toch, van mij de kafiering. Of je hebt one probleem, ik kan lossen, maar of je hebt 100 probleem, dan maak je toch... Hoe meer je praat, hoe groter die problemen worden. Maar goed, niet te worden. En ik dacht niet, ik kwam blo zo lees in adem. No. Dat man het ik blo. Ja. Toch, dat afvallet mijn arkies rep moro. Dat is mijn ratatatatat. Ja. Maar dat man hebben rekenen dat grondtap is ziekie. Ja. Grondtap is ziekie, Pier. Grondtap is ziekie. Ja. Houd de wereld bezig, de mensen de wereld bezig. Vooral ernaast, maar ik moet dat gaan opschrijven. Grondtap is ziekie. Huh? En hoe ernstig bevatten wij dat als mensheid nu in de wereld? Toch?
dat je een politiek in uw congres hebt, of een soro, of een dito soro, of een zappel met tegik, maar. Dat wat dito soro in je dress zomaar. Top, na bijna wat soro zijn je drie makkelijk, en je drie, dito soro, en je drie. En dat sernang abi. Tjan no madria soro en wang. Want de trasoro, moeilijk. Begrijp je me, schat? Me arki, marki, misabi. Ja, toch, ik taki in o, taki te wat, ik wat volk, sa tras mij taki, maar mika je pi tak tu. Met des maluku boom in mi kondre. Sa er sa ala de jari kom ik nou. Top, die zijn wat tak over skalian, dat wat tak over bus, dat wat. Maar a kondre na ome jari en lolo wan fasi. Luko mi ana wan brun schrik, schatje. Motegi eerlijk. Maar a kondre lei una alibi dati. En dat is geen makkelijk zaak om op te maken en het recht te trekken en het goed te plaatsen. Als een skoi skoifi, te doro, jokis blam, je ouseki, misse de eens aan alasani. Tak me vrede, tak me gano, sof salo. Maar bijna mine vrede moro, want omdat ik stap in soort kondre we libi. Mensen in Suriname moeten wakker geschud worden. Echt waar, tok, aan de stad toki ma en wanoma dwing. En hij gaat het vreselijk moeilijk hebben. Wat is niet makkelijk met een bepaalde systeem van bevolkingsgroepen medelevend te zijn. Sommigen ga je niet willen begrijpen en ze gaan je niet kunnen begrijpen. Het is vreselijk moeilijk, Pier. Ik kan niet met taktum zien voor, want ik heb klas met taktum. Maar was maar om sabu u schrijven, taki. We liepen naar verschillende. Liepen maar in een kondre, ja. En om proberen voor boygoes te schrijven, meeting. Anders uno doro. Wat in bereken dat ik met Jerewa Sanimo Klotentjes dat Brunswijk op Potismaf NDP kon ook. Maar in een sap Brunswijk met mij ook in een fase tijdens NDP. Weten Surinamers dat? Toch gaan we soms terug naar onze handelingen. Wanneer we in een bepaalde situatie verkeren en we hebben elkaar nodig. Soms meer lukken dat die zegt tja dat go, dat zegt tja dat go. Maar al die mensen hebben ook gelinkt bij de NDP. En nu gaan ze willen linken naar zo'n alibi de insenaan. Taiwan regering, Gwebaka Omeyari, dat we allemaal joinen. Dat we allemaal zeggen, nee, allemaal niet zo fire. Dan ook zogenaamd, joh, Kosukuf, join de man is no. Na zo'n senaan draai, ala de jari. Ik denk, ik schrap voor klima soro dat hij. Daarom is hij dat, maar hij moet hij tegen dat. Sami doet tijdens de verkiezing, maar hij moet hij niet tegen. De Suriname, de wereld is ziek. We moeten bidden voor ons land. En we moeten dankbaar zijn dat Hindustanen, Javanen, Chinezen, alle soorten rassen weer libidang schrijven, Njavu schrijven, Takune Kiru schrijven. Daarvoor moeten we waakzaam zijn. En we moeten gaan buiken. En proberen het respect en het niveau en mensen aanleren. Mensen screenen. Toch? Mensen screenen. Vooral screenen, Harpini. Want als we niet screenen, dan hebben we een probleem. Kades me kon. Want praten doet veel. Dat zeg okay. Ik. Het gaat helpen. En we moeten elkaar helpen. Want als we elkaar niet schragen... Ja. Zou we weer vallen. Dag Miguru. Oké. Okay. Succes Suriname. Suriname heeft iedereen nodig. Is goed. Lobby, want Braza. Lobby. Oké, okay, dankjewel. Dit is Rashid Pierkans Kala Djorkal. We kennen de topics waarover mensen willen praten. Er is maar één belangrijke topic nu. Waar de meeste mensen denk ik over willen praten. En dat is van de accommodatie van de partij. Van personen uit de partij. Die het volk grandioos heeft afgewezen. Dat is de main topic die nu de buzzword is in Suriname. Maar ik kom straks later terug daarop. Waar ik wil mensen eerst de ruimte geven hun gedachten te ventileren. Over misschien dit, maar het kan ook een ander onderwerp zijn. Intussen heeft Chan Santoki
de president Chan Sant'Oki een bezoek gebracht aan het Nationaal Leger. En als opperbevelhebber van het leger heeft president Chan Sant'Oki aangekondigd dat het Nationaal Leger getransformeerd zal worden naar een multi-inzetbaar professioneel leger met professionele militairen. Hij heeft gisteren een bezoek gebracht aan de manschappen van de Memerebuku-kazerne. Dit leger zal niet meer behoren aan individuen. Nogmaals, ik herhaal wat hij heeft gezegd. Dit leger zal niet meer behoren aan individuen, benadrukte Sant'Oki. Dit leger, ons leger, zal niet behoren aan een politieke partij, maar aan de Republiek Suriname. Met deze woorden moet u in gedachten nemen wat hij daarmee heeft bedoeld, dat in het verleden componenten van het leger, ik zou niet zeggen het hele leger, componenten van het leger ingezet zijn geworden voor individuen binnen de maatschappij en niet ten behoeve van de natie. En het leger moet haar waarde terugkrijgen. Dat is in de hoofdlijnen wat hij daar heeft gezegd. Verder heeft hij medegedeeld aan de manschappen dat we gaan naar een nationaal leger dat werkt voor Suriname en niet voor individuen. Heeft die manschappen ook gezegd dat ze rekening moeten houden dat ze ingezet zullen worden samen met het Korps Politie Suriname. Hij benadrukte tegen het Nationaal Leger dat we gezamenlijk met het leger inzetbaar COVID-19 moeten helpen bestrijden. Dit is Kala Jorkel. U bent in de uitzending. Goedemorgen. Goedemorgen meneer Pekan. Hoe gaat het met u? Hoe denkt u dat het met me gaat? Laat me zien als u het weet. Die mevrouw die voor mij heeft gebeld, ja, heeft de opmerking gemaakt dat druk op je is, hè? Oh. Dus halfjes gaan. Maar als ik zo naar u kijk, die brengt je. Want ik kan alleen maar aan alles van brengt je naar go toe. Ja, ja. Mooi gezegd, mooi gezegd. En dan wat ik aan alle piertie van nou een lafu. Oké. Mag ik grappen, dat vooral. Ja. Mijn grandma leert me zeggen, je vijand, dat ken je al. Ja. Ik weet dat meneer Pierkan mijn vijand is. Ja. Ja toch? Oké. Maar ik weet niet dat, ik weet niet, hij is mijn vijand. Prima. Je vrienden, die ken je nog niet goed genoeg. Geweldig. En daar heb je ook een ander spreekwoord, in nood leert men je vrienden kennen. Ja. Ik ken een mattie van me toch? Hm. Hij was in een nood, hij heeft gezegd, zijn vijanden hebben hem geholpen uit zijn nood. En niet zijn vrienden. Correct, in de jaren 90 heeft hij me die toren gegeven. Maar oké, geweldig. Maar welke toren wil je ons geven? Ja, even die mevrouw van daarnet even zei, Grondtapusiki. Grondtapusiki niet alleen in het politiek, ook in het geestelijke. Want geestelijke leiden, wakaloon toe. Niet dat ik negatief wil praten hoor. Het is in de media, de heilige geest, het godgeest te gebruiken. Nu hoor ik, daarvan kan ik wel niet hard praten, want dat is van social media. En social media, let wel, is bij mij wel bekend, meer als fake. Als het staan nu was of zo, de ware tijd, weet je, dan kan ik nog zeggen, maar daarmee ben ik voorzien. Dat kan ik niet hard praten. Nu vraagt hij 20 SID en God geeft ook boete. Dat heb ik gehoord op social media. Ik weet niet of ze het lijken. Maar die van dat hij rondloopt in de Heilige Geest, zijn stem heb ik echt op een bandje gehoord bij je collega's daar aan de Meestraat. Dus aan de grondtapusiki in de politiek, ook in de geestelijke. Zat gaat hij je ook komen bellen. Meneer Pierkan, de Heilige Geest heeft op mijn hart gezet dat ik op je met je dochter moet trouwen. U nu. Maar in ieder geval, meneer Pierkan. U heeft meneer Alexander een gepast antwoord gegeven. Wat gebeurt met meneer Alexander? Ach, SID. Elke dag gaan er dan mensen aan het werk. Ambtenaren die graag willen werken, kunnen niet aan het werk gaan, want ze kunnen die taxi niet betalen. 3 uur. Ach, SID. Dat gaan elke dag. Die ambtenaren gaan niet om speciaal iets. Ze moeten van maandag tot en met vrijdag aan het werk gaan. Met uitzondering als ze verlof nemen of als ze ziek zijn. Maar dan gaan we, waarover praat meneer Alexander? En er zijn kinderen ook die gebruik maken van openbaar vervoer. En ouders hebben 2-3 kinderen. En als ze voor die 3 kinderen heen en terug, ach, betaal. 3 x 8 is 24, 24 is 48, 5. Is een taxirit. Nee, waarom? Ik weet niet wat. Om van een lang verhaal kort verhaal te maken, heeft me gepast antwoord gegeven. Oké, iemand heeft u gebeld, meneer Pierkan, hoe vindt u? Hij wil graag van u horen, bla bla bla. Ik ga niet herhalen tekenen. Toen heeft hij gezegd, u wil echt dat van hem horen. U gaat straks daarop reageren. Ik wacht ook erop. Die heeft me woensdag ook iets te goed. Ik heb u gevraagd, wat had u? Hoofddraad wordt opgepakt en opgesloten, had al dat gestolen geld weer
in de staat dat Hoester en Gebonnetje heeft gezegd. Ik ga het vandaag antwoord geven. Dus ik wacht ook erop. Oké, maar het is goed dat je me herinnert. Is goed. En nog iets. Dan wil ik ook even iets. Hoe vindt u dat Santoki, hij was lang weggebleven, wat ik heb gehoord op de media. Hij was aan de toen die die DC's beëdigd moeten worden. Hij was drie kwartier later gekomen. Felicitatie na die beëdiging had de felicitatie niet plaatsgevonden. En Brunswick was hij aanwezig. Ik wil graag ook van u horen. u wil veel van me horen. Morgen is het precies, net wat hij aan die bellen zegt, morgen is het, ze zijn al 4 weken, maar morgen is precies een jaar, is precies een maand. En als het zo doorgaat, kunnen we het vergeten. Oké, het gaat goed komen. Gaat goed maar je komen. Proeft het ook, u bent een mediaman. Ja, no? Het volk is een beetje teleurgesteld. U proeft het ook. U wilt het niet zeggen als presentator, maar u proeft het ook. Ik wacht op u. U gaat het zeker na 11 uur doen. We luisteren. En ik kijk alleen. De samenleving. Oké. Wat u gaat zeggen. Ja. Succes. Okay. Dank u wel. Oké. Dank u wel. Laat me, zoals gebruik, u mededelen. Mijn mening hoeft niet altijd correct te zijn. Ik ben alleen maar één stem. I'm only one voice. En het hoeft niet altijd correct te zijn, maar het is een mening. En dat ga ik u later geven. Ik weet waarover mensen willen praten. Vaak genoeg ken ik de hot topics wel sowieso. En ik heb mijn gedachten. Mijn gedachten kan ik direct erover laten gaan, omdat ik ken dit rollenspel en ik ken dat spel dat gebeurt. Het is geen onbekend spel. Dit soort dingen hebben zich in het verleden ook al voorgedaan. Maar in een ander tijdperk. En dit is een nieuw tijdperk met andere spelers. En als je dat spel kent, dan weet je ook hoe het af te handelen. U bent in de uitzending. Goedemorgen. Meneer Pierkan, een paar harte goedemorgen. Ja, goedemorgen. Jawel, God zegen aan u, God zegen de UN en God zegen aan de hele wereld. Dat is mijn inleiding. Aan u ook. Jawel, alstublieft. Ik ga in het kort mijn mening ventileren. Ik ga u zeggen of het zo doorgaat. Ik ben niet eens op het ogenblik tot heden, niet eens datgene wat de regering te werk gaat, et cetera. Want er zijn mensen binnen de regering die molesteert. En of het zo doorgaat, gaat deze huidige regering geen stand houden. Laat me het goed zeggen, niet lang stand houden. Al is het 4 maanden, 5 maanden, 6, 7, 8, ze gaan het niet houden tot 5 jaren. Dat ga ik u zeggen. En datgene van meneer Balfour, ik ben volkomen eens met meneer Balfour. Zijn mening ben ik volkomen eens. En ik ga u zeggen, ten behoeve mevrouw Risma Mangere, heeft die 3 functies, krijgt hij voor al die functies, wordt hij uitbetaald. Ik bedoel, als je in de DNA bent, dan moet je volledig werken voor DNA. Dan heb je nog 2 andere functies. Dat kan nou een keertje niet. Ja? Heeft ze voor dat gekozen, maar ze had gezegd, ze gaat kiezen voor 1 functie en dat is de DNA, toch? Maar nu heb je weer antwoord, dat is 3. Dat kan niet. Ik bedoel, die twee moet je laten. En dan kan je zeggen van, ik werk voor de samenleving. Ja, als ze boos wordt of niet boos wordt, dan laat ik in het midden. Ja toch? Okay. Ze is ook van de voorzitter van de BVRA, dat weet ieder. En ze had een goede naam, maar nu op het ogenblik ga ik u zeggen, de samenleving is boos op haar. Ja? Okay. En ik ga u zeggen, het dubbele functie, dat is niet mooi. En meneer Pierkan, ik ga u zeggen, als u niet met de vader werkt, maar u werkt met de kinderen, hoe ver bent u van huis dan? U wil niet met de NDP werken, maar u werkt met mensen van de NDP. Die in de NDP zaten, werken met die mensen. Het gaat helemaal verkeerd, het gaat niet goed met de regering. Meneer Pierkan, hartstikke bedankt. Dank u wel. Hartelijk bedankt hoor. Oké, u ook, dank u wel. Ten aanzien, de meneer heeft toevallig Risma Mangere hier weer aangehaald. Risma Mangere is gepasseerd station. In de zin van de RVC-positie die ze toebedeeld heeft gekregen bij de Surinaamse luchtvaartmaatschappij. Ze heeft voor die functie bedankt. Ze heeft het teruggegeven. En ze heeft het niet teruggegeven omdat ze dat ook graag wilde. Laten we dat ook goed zeggen. Ze heeft het teruggegeven vanwege de maatschappelijke druk. Mevrouw Mangere heeft niet gegeven omdat ze dat zo graag terug wilde geven, alsjeblieft. Nee, de maatschappelijke druk was groot.
En ze moet nou aan damage control voor haarzelf gaan doen. Want die damage control, daarvoor heeft zij zelf gezorgd. De signalen van voornamelijk niet deze nieuwe regering, maar voornamelijk van de VHP, tijdens de verkiezingen waren duidelijk naar die samenleving. En daar de VHP nu in de uitvoerende macht is komen te zitten en mevrouw Mangere in die wetgevende organen namens de politieke partij de VHP, moesten de signalen die in de verkiezingen zijn gegeven aan die bevolking ook mee hebben genomen. En dat heeft ze toen niet meegenomen en dan heeft ze die functie geambieerd en ze heeft het toegewezen gekregen en die maatschappij is op haar gaan springen. En terecht is die maatschappij op haar gaan springen. Terecht, want mensen onthouden wat er gezegd is in de verkiezingen. Mensen zijn het niet vergeten, die verkiezingen zijn pas gehouden. En, maar ze heeft een stap terug gedaan, ze heeft die functie teruggegeven en niet vrijwillig, laten we dat goed zeggen, die druk is heel groot geweest. En we hebben, en ik hoop dat de parlementariërs, voornamelijk van de VHP, want de VHP kan niet praten voor de ABOP, dat dit een signaal moet zijn voor die mensen van voornamelijk de VHP, want dit is een VHP-sterk signaal geweest, dat ze niet meer met dit soort geintjes moeten komen. Want wat met mevrouw Mangere is gebeurd, is een voorbeeld voor alle anderen dat wat kan gaan gebeuren. Dit is een voorbeeld. En ze zal onthouden worden historisch dat ze onder drukstelling van die maatschappij terug moest treden en niet vrijwillig. Is onder drukstelling. Dus iedereen die gaat komen met dit soort zaken moet weten wat hun te wachten gaat staan. En dit is een voorbeeld. En mevrouw Mangere mag nu aan damage control gaan doen welke ze zelf voor heeft gezorgd. U bent in de uitzending. Goedemorgen. 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 Mijn naam is Sir Wilfred. Meneer Wilfred. En ik wilde graag wat weten. Het lijkt wel alsof u een beetje de ombudsman bent van alles en nog wat. Dus mijn vraag is, het TAS, het bedrijf TAS, is een parastataal bedrijf, neem ik aan? Nee, TAS is een autoriteit. Wat zijn de werkzaamheden van TAS? Maar waarom stelt u die vraag? Waarom vraag ik dat? Ja. Omdat bijvoorbeeld, als je op kanaal 1 bent, is de volume zo zacht. Je komt niet aan je volumeknop. Ga je naar kanaal 4, daar is het keihard. Moeten zij dat ook niet controleren? Dat was mijn vraag. Oké, dank u wel. Een gezegende dag. Ja, zelfde, dank u. U ook. Dat is Telecom. Autoriteit Suriname is een zelfstandige autoriteit die Telecom in Suriname ordent, regelt en controleert in ruimste zin des woords. Dus het gaat niet specifiek alleen onder televisie. De meneer heeft alleen televisie afgedaan, maar het gaat ook om frequentiebeheer. Het gaat ook om telefoonnummers. Ze hebben meer werkzaamheden. Maar goed, u hebt het specifiek over de televisievolume gehaald. En inderdaad, wat er gebeurt is dat wat er eigenlijk is, niet ingewikkeld uit te leggen, is dat iedere televisieomroep beschikt over haar eigen transmitter, wat we noemen haar eigen zender. En als u dat wil vergelijken met Nederland, in Nederland beschikken de omroepstations niet over televisiezenders. Ze beschikken niet over televisiezenders. Dus als u daar ziet, NPO 1, NPO 2 en al die dingen die u kent, ze beschikken daar niet over. Er is een beheerstructuur in Nederland die over de transmitters beschikt. Wat zij dan doen in Nederland, is dat ze dan een signaal krijgen. Maar de operatie wordt beheerd door één structuur. En doordat er één structuur is, kan alles daar gemoduleerd en gecontroleerd worden. In ons land, wij hebben het Amerikaans model. En het Amerikaanse model is echter dat iedereen zijn eigen transmitter beheert. De FCC van Amerika is veel controleerd op een hogere standaard uiteraard. Doordat iedereen zijn eigen transmitter beheert, krijg je daardoor bij ieder station een ander signaalmodel en je krijgt ook een ander volumemodel. Omdat iedereen beheert dat op zichzelf. En vandaar dat u die schommelingen krijgt. Bij ons hebben we het vaak ook. Bij ons laten we dat ook zeggen.
bij ons hebben we het ook. We zijn geen uitzondering op de regel. Wat we wel proberen te doen is een sound stabilator ertussenin te zetten. Zodat de volume min of meer hetzelfde blijft. Een ander probleem dat er is, is dat bijna alle televisiestations, ik zou niet zeggen, bijna allemaal, ja zo goed allemaal, beelden vertonen waarvan zij vaak genoeg niet de originele beelden van hebben. En doordat ze dan niet de originele beelden hebben, krijg je een discrepantie zowel in beeldkwaliteit als in geluidskwaliteit. Zou men originele beeldkwaliteit hebben, zou je een hogere en een betere geluidsstabilisatie ook krijgen in het materiaal dat jij vertoont. En dat systeem hebben we niet. Velen hebben beelden die niet in principe de originele beelden zijn. Wil je het weer vergelijken met Europa? Europa is een andere standaard. Maar we gaan eens naar het model van origineel gaan. En alleen ga je het zien, je gaat het merken, wie origineel beeldmateriaal heeft. Dat betekent beeldmateriaal vanuit de distributeur van het product. Het hoeft niet speciaal de producent van het product te zijn, maar dan wel van de distributieorganisatie. Als je originele beelden van hebt, dan ga je vaak zien dat de kwaliteit van die beelden, als het geluid relatief veel beter is. Dat gaat u wel merken. Dus ik begrijp de irritatie. Men kan het ordenen. Men gaat stabilators ertussenin moeten zetten. Maar toch, ondanks het feit dat je stabilators ertussen gaat hebben, heb ik u al ook uitgelegd dat niet iedereen originele beeldmateriaal gebruikt, waarbij je altijd die schommeling gaat krijgen, zowel in kwaliteit van beeld als in kwaliteit van geluid. Altijd. Maar daarom is het probleem natuurlijk niet opgelost. Ik ben straks weer terug met meer Rashid Pierkans Kala Jorkel. Tot straks. Dames en heren luisteraars, welkom terug tot gisteren, vandaag en morgen. Rashid Pierkans Kala Jorkel. Dit is de aflevering voor zaterdag 15 augustus 2020. Mijn naam is Farid Pierkan. Ik presenteer u deze uitzending. Laat me u ook bedanken dat u uw tijd en moeite neemt om te luisteren en om te kijken naar deze uitzending, want u hebt mogelijk ook andere zaken te doen. Houdt u ook vast dat in deze uitzending het standaard is dat u alle goede zaken die mogelijk ik zeg en luisteraars voornamelijk zeggen, dat u dit moet meenemen voor uw eigen oriëntatie. Bent u de mening toegedaan dat iets niet correct is, dan moet u dat gewoon laten liggen. En dan moet u zelf op onderzoek uitgaan wat beter voor u is. Want u bent niet verplicht iets dat u hoort uw eigen te maken. U bent tot niets verplicht. Goedemorgen, u bent in de uitzending. Heer Pierkan, goedemorgen, met Gurbin spreekt u. Ja, bij Gurbin. Ik ben blij dat mevrouw Mangres zich heeft teruggetrokken. Het is wel tegen druk van de gemeenschap dat ze het zelf niet heeft gedaan. En daarnaast wil ik hebben over ABOP. Meneer Brunswijk, die wilde laatst meneer Misikawa in zijn partij nemen. En nu heeft hij gezegd, nou, Nerkus die blijft als DC. Nou, ik hoop dat dit niet een uiteenspleiting van ABOP wordt. Maar meneer Nerkus, die is een goede NDP'er. En meneer Misikawa, die heeft altijd gesprongen voor NDP. En heeft hij altijd de andere groepen nou tegengesproken. Ik hoop dat meneer Brunswijk tot zichzelf komt en waar hij mee bezig is. Daar wil ik over hebben. Dank u wel. Dank u wel voor uw mening. Dit is Kala Jorkel. We komen straks daar weer op terug. Maar laat me u wat andere informatie geven. Ondanks de politieke zaken die zullen blijven in ons leven, zijn er een aantal mensen in ons land deze week vermoord geworden. Hebt u dat wel door? Dat er 3 mensen vermoord zijn geworden. Het gaat 1 om de kapitein van Mata. Dat is kapitein Michael Karwofudi. Die is vermoord geworden. Verder is de ondernemer Ragubir doodgeschoten.
En dan nog een vrouw is beroofd van haar leven door haar partner. En dat zijn 3 moorden in 1 week tijd. Tussen al die politieke zaken, dan vergeten mensen dat er gruwelijke zaken zich hebben afgespeeld in ons land. 3 mensen in 1 week. Goedendag, u bent in de uitzending. Goedemorgen, luisteraars. Goedemorgen, meneer Pierkan en kijkers. Ja, goedemorgen. Meneer Pierkan, ik wil graag van u zo'n beetje een opdracht laten uitvoeren, meneer Pierkan. Die laatstgenoemde benoemde DC's, meneer Pierkan, zou u zo'n beetje, al is het niet deze uitzending, maar van die andere uitzending, een cv zo'n beetje opstellen, zodat wij ook weten wat u achter een onderwijs is geweest, meneer Pierkan. Zou het mogelijk zijn, meneer Pierkan? Ja, maar dan moet ik dat opvragen. Want dat heb ik zelf ook niet. Want ik denk dat zo'n beetje wij als bevolking, als kiezers, zo'n beetje willen weten wat hun achtergrond is geweest, zou meneer Pierkan, hun cv's. Correct. En meneer Pierkan, en ik hoop dat ze zo'n beetje het recht in zich hebben, want meneer Pierkan, ze moeten weten voor welke toestand ze kunnen komen te staan, toch meneer Pierkan? Want ja, er is geen rechtercommissaris of in het binnenland of een openbaar ministerie. Dus hun zullen zo'n beetje het recht tot zich moeten hebben om bepaalde beslissingen te nemen, toch meneer Pierkan? Of zie ik het verkeerd? Nee, u ziet het niet verkeerd. U ziet het goed. Want ja, als je zo'n beetje aan die namen ziet, maar ja, namen zeggen moet je ook niet zeggen, maar je twijfelt zo'n beetje, maar laten we zien, maar meneer Pierkan. Maar ik denk niet dat het in overeenstemming met de 4 politieke partijen is gebeurd, meneer Pierkan. Als ik zo'n beetje de mening van bepaalde politici hoor, meneer Pierkan. Dus dat is mijn zorgpunt voor vandaag, meneer Pierkan. Graag in een nutshell uw commentaar, meneer Pierkan. Dank u. Dank u wel. Ik heb u gezegd, en ik ga het blijven zeggen, ondanks de hobbels die er zijn en komen en zullen gaan, ga ik deze regering positief begeleiden. Ik gebruik geen kritisch begeleiden, ik gebruik de term positief begeleiden. Dat betekent dat je ook alternatieven moet aanbieden. Als je zegt A is niet goed, dan moet je wel B en C kunnen geven, wat mogelijk ook niet goed zullen zijn en hoeven te zijn, maar tenminste heb je iets gepresenteerd. Wat die 6 commissarissen aangaat, is er veel ruis ontstaan. Veel ruis. Voornamelijk omtrent de handhaving van districtscommissaris Mike Nerkus. Laat me deze beller de gelegenheid geven, dan kom ik daarop terug. Maar dan gaan we straks dan die bellers even parkeren. Afgesproken, boys? Ja. Oké dan. U bent in de uitzending. Goedemorgen. Goedemorgen, meneer Pierkan. U spreekt met mevrouw Wijnaldum. Mevrouw Wijnaldum. Ik volg de politiek vanaf ik 5 jaar oud ben. Ja. Ja. Wat de laatste tijd is gebeurd, kijk, in het verleden die meneer vraagt naar uw mening. In de tijd, hebt u alles uit de doeken gedaan? Ik denk dat het 2010 was. Toen had u nog gezegd van, kijk, mevrouw Kramp komt op die lijst voor van de PL. En nooit zie je er een functie toebedeeld krijgen. Alles was toch... Er was een behoorlijke discussie op gang gekomen. Mensen waren bij u persoonlijk in de studio. En kijk, wat vandaag aan de dag. Op een gegeven moment had een Harris Manoraat. Die vond, we hebben niets te maken met wat er in het verleden is gebeurd. Wij bepalen. Maar het probleem met de jongeren. En meneer Van Vredeslus wilde ze even niet horen. Vooral de jonge mannen, die studeren niet. Andere mensen komen terug uit Nederland. Ze hebben dubbele paspoorten. Ze weten bepaalde vakken niet eens te verzorgen. U ziet, niemand heeft belangstelling voor het onderwijs. Toch? Ik heb die hele periode heb ik gevolgd. We hebben een andere functiebeschrijving. Ik weet niet hoe het gesteld is bij de politie. Maar u ziet, we hebben te veel ego's. Meneer Belfort heeft zijn eigen campagne gevoerd. Hij is niet eens met dit, hij is niet eens met dat. Iedereen heeft gefocust op de jongeren. Waarom? Omdat de jongeren op andere zaken letten.
zij willen geld snel geld maken. En wat ik heb opgemerkt, vooral de, hoe heet het weer, vooral degenen die uit Nederland terugkomen. En dat denken ze, ze komen uit Nederland, ze kunnen hun tong draaien en dat is ook, dat is alles. En zo lukt het niet hoor. Want bij de EBS en bij SWM moet er behoorlijk schoon schip gehouden worden. Mensen worden in dienst genomen en ze willen maar op je erf komen en dan schoppen ze tegen je poort en wat bleek, ze wonen niet eens zo ver van mij. En ik ken ze allemaal. En niet iedereen is geboren met technische kennis, want ik hoorde iemand zeggen, ja, we zijn geboren met technische kennis. Het klopt niet. Iedereen zijn talent zit weer op een andere manier. En mensen die willen leren spreken, er is toevallig een spreekcontest, of weet ik wat het is. Toevallig heb ik die heer lesgegeven. Maar wat is het bij de EDG-scholen? Moet je of een morgenzegen houden of een spreekbeurt. Dus daar leer je aan spreken. En je zit met gemengde kinderen, jongens, meisjes samen. Maar dat heb je in het verleden niet gehad op de RK-scholen. Kijk, ik ben ouder dan alle leiders. Ik ben ouder dan de president. Ik ben ouder dan de bisschop van de RK. Alleen niet ouder dan de bisschoppen bij de EBG. Maar zo zit dat. En je hebt velen die van buiten zijn gekomen en Surinamer zijn geworden. Zij kennen onze geschiedenis niet. Oké. Okay. Ja, ik begrijp u. Dat is wat ik wilde zeggen. Is goed, en mevrouw. Het verkeer kennen ze helemaal niet. Helemaal geen fatsoen, ze rezen als gekken. Is goed, mevrouw. Want ik heb nog een rapaar gekend aan de Henk Arnstraat. En ik heb met ze gelopen, rapaar. Daar hadden we zo aan de groep. Waren er bijna geen huizen bebouwd aan de... aan de Leesweg, ja. Kon ik me nog huggen. Elke zaterdag had je kinderprogramma. Is goed, vrouw. En er goed. Werden ook bloemen verkocht op het erf van Rapa. Dat is wat ik wilde zeggen. Correct. Ik zeg verder. En ook nog gefeliciteerd, hoor. Ah, oké, dank u wel, dank u wel. Dit is Kel Ajor. Kel, we gaan even die gesprekken blokkeren, zodat ik over die DC's iets kan zeggen. En inderdaad, waar Rapa was gevestigd, dat was aan de Gravenstraat, werden er bloemen op het erf aan de achteraankant. Iemand ging bloemen verkopen, dat klopt. Ik was nog heel jong. Ik wil niet zeggen klein, jong. Dus ik ken dat stukje wel. Laten we naar die DC's gaan. Er is veel ruis. En terecht is er veel ruis. Terecht is er. Op twee niveaus zijn er ruis. Maar primair over het feit dat deze regering DC Nerkus heeft gehandhaafd. DC Nerkus heeft gehandhaafd. En DC Nerkus is gehandhaafd omdat Ronnie Brunswijk, laat me het goed zeggen, heeft gepersisteerd dat hij blijft. Het is de ABOP onder Brunswijk heeft gepersisteerd dat hij blijft. Onder drukstelling van Brunswijk. Dat Nerkus blijft. Waarom die president daarvoor gezwicht is, daarvoor moet die president een verklaring voor komen geven. De samenleving heeft de VHP, voornamelijk de VHP, 104.000 stemmen gegeven. Dat is enorm veel dan welke andere partij dan ook. Tweemaal groter dan de NDP, 10 keren groter dan de ABOP, 10 keren groter dan de NPS in stemmen. Ik kijk niet naar de zetels. De burgers wensen Nerkus niet omdat het bij uitstek deze commissaris van Paramaribo is geweest, die tijdens de afgelopen jaren mensen die wilde protesteren, onder andere tegen het beleid van toen, allerlei technische manoeuvres heeft uitgevoerd om ervoor zorg te dragen dat de mensen hun burgerrechten niet konden tot uiting konden brengen. Zo werd het plein gesloten onder drogredenen, dat er gras geplant moest worden. Op een gegeven moment moest er een festiviteit gehouden worden en toen moest dat gras gestampt worden. En toen moest er nog allerlei drogredenen. Nerkus is niet de man die gehandhaafd kan blijven. Laat me dat duidelijk stellen. Nerkus is, meneer Brunswijk, u bent een teleurstelling waarvan ik had gehoopt dat u als Maron en uw toespraak heeft me enorm positief geraakt toen u zei dat een Maron vicepresident is geworden. En daar was ik heel erg trots op. Dat heeft me geraakt. Maar laten we elkaar niet voor de gek houden. Is na 300 jaar. Na 300 jaar. En daar was ik heel trots op.
Maar u wordt de grootste teleurstelling. En u hebt nog tijd om te corrigeren, hè? U gaat de grootste teleurstelling worden van de Maron. U kunt Nerkus niet handhaven. Leest u deze boodschap positief van mij naar u toe. De samenleving wenst voornamelijk Nerkus in die positie niet. Hij heeft jongeren, burgers, die toegang niet gegeven om gebruik te maken van hun burgerrechten, hun vrije meningsuiting, hun recht tot protest, vreedzaam protest, en dat heeft hij op allerlei manieren weten te stuiten. En dat ze met drogredenen komen, en dat zijn drogredenen. U moet mensen niet bedriegen, want u wordt een bedrieger. Dat we Nerkus handhaven voor een paar maanden, omdat hij daar zogenaamd moet zitten tot zijn pensioen. Nee, laat hij met zijn pensioen thuis wachten. Laat hem thuis wachten. Als hij nog 3 maanden moet gaan voor zijn pensioen, laat hem thuis parkeren. Dat is de boodschap. En geen enkele vorm van drogredenen. U bent op dit stuk nu al een teleurstelling. Maar u hebt een weekend om erover te slapen en te corrigeren. Niemand gaat u wat doen, want u bent vicepresident. Maar men gaat een portret van u maken als de schande van de Maron. Vergeet dat niet. U sleept de Maron-gemeenschap erin mee. En niet de Surinaamse gemeenschap. In het algemeen de Suriname, maar primair die Maron-gemeenschap. Nerkus is niet gewenst. Dan is mijn punt hierbij duidelijk. Ten aanzien van de Andriessers commissarissen. Er zijn een aantal benoemd. 18, of ik weet niet hoeveel, 18. Deze 6 commissarissen hebben nog geen plaats. Ze hebben geen positionering waar ze geplaatst worden. Ze zijn beëdigd, ze willen benoemd geworden. En ze zijn ter beschikking van de minister van regionale ontwikkeling. Daar zijn ze in geplaatst. Uiteindelijk zullen ze een standplaats krijgen. Maar behalve dat nog, behalve dat, ik ken die mensen niet, die 6 commissarissen worden door de partijen geselecteerd en voorgedragen. Ze komen niet uit de lucht vallen. Ze worden door de politieke partijen geselecteerd en de verdeelsleutel van het aantal districtscommissarissen in het aantal districten is een verdeelsleutel in coalitieverband welke in onderhandeling heeft plaatsgevonden. Dat meneer partij kreeg zoveel, mevrouw partij kreeg zoveel, etcetera, etcetera. Dus dat is in onderhandeling en in consensus gebeurd, de verdeelsleutel van het aantal districtscommissarissen. En dan moet je de poppetjes in gaan vullen. Dan moet je de poppetjes in gaan vullen. En die poppetjes, positief bedoeld, worden voorgedragen door de respectieve partijen. Zo gaat het aan toe. En nu is de vraag, en dan komt die vraagstelling van die burgerij. Welke criteria, het gaat er niet zozeer om het aantal commissarissen, maar welke criteria worden er gesteld om iemand voor te dragen in kwaliteit om districtscommissaris te worden? Er is veel commentaar geweest over de benoeming van die 6 commissarissen in de regering Boutersen. Heel veel geweest. Iedereen heeft het over zich heen laten lopen, want dat was Boutersen. Maar dit is regering Santokki-Brunswijk. En mensen verwachten sowieso dat het beter kan en beter moet kunnen. Daarom hebben de mensen gestemd. Daarom hebben de mensen gestemd. Dat is de primaire reden. En die 6 commissarissen moet meerdere kwaliteiten in zich hebben. Die 6 commissarissen moet onder andere het respectieve district kennen waar die gevestigd zal worden, moet een breed maatschappelijke kijk hebben op de burgerij in het gebied dat hij gaat opereren. Dat is 1. Maatschappijkennis is heel erg belangrijk. Je kan iemand niet plaatsen in een district en hij kent het district niet en kent die burgerij niet, maar hij heeft wel die technische achtergrond. Dus het zou heel mooi zijn als er een commissaris geplaatst wordt die een crossover is. Zo'n persoon moet wat juridische kennis hebben, hoeft geen jurist per se te zijn, maar moet wel de basic juridische kennis hebben en vooral maatschappijkennis hebben, want je opereert in een bepaald gebied. Dus als je een crossover kan vinden tussen deze 2-in-1 package noem ik dat, dan zou je een fantastische commissaris krijgen voor het gebied. Maar die persoon moet eventueel kennis hebben van juridische grondslagen en kennis, omdat alles gaat daar op papier. En los van dat, je moet weten wat reelt en zeilt in de districten. Voornamelijk in de districten waar relatief minder mensen wonen en ver verspreid van elkaar wonen. Dat heb ik niet zozeer over Paramaribo en Wanica, maar dat heb ik over gebieden als Saramaka, over gebieden als Brokopondo, Sipaliwini, Marowijne
En vooral, je moet sterke, goede sterke commissarissen hebben in districten die achtergesteld zijn ten opzichte van Paramaribo en Wanica. Daar moet je primair sterke districtcommissaris hebben die het district kan liften naar boven in een race, in een competition tegenover Paramaribo. Die districtcommissaris moet zeggen, weet je, ik ga commissaris worden, ik ga ervoor zorgen dat ik met mijn kwaliteit en met de burgers in het district dat ik dien, ga ik Paramaribo verslaan. Ga ik Paramaribo verslaan. Dat moet het target zijn. Het moet een competition zijn. En niet alleen, ik ga in het district en ik ben niet in de... Je moet Paramaribo verslaan. Paramaribo moet proberen Wanica te verslaan. Districtcommissarissen moeten competen onderling om hun district te verheffen naar boven, tegenover elkaar staan en zeggen, ik ben nummer 1 en ik ben geen nummer 2. Maar dat zullen we niet gebeuren. En dat moet gebeuren. Want deze commissaris moet in staat zijn dat hij zijn district zodanig inricht, zo'n flair en glans geeft, dat mensen zeggen, ik wil gaan wonen in het district. Ik wil daar gaan vertoeven in het district. Dat iemand met een bedrijf zegt, weet je, ik wil een bedrijf in dat district zetten, want het is een goed georganiseerd district. Daar heb je mensen met karakter en kwaliteit. Daar wil ik naartoe. Dus het zijn meerdere componenten om een DC te worden. Ik oordeel nog niet over de mensen die zijn aangesteld, maar ik geef je een beeld hoe ik het zie. We gaan weer de lijnen opengooien. Dit is Kala Jorkal en we verwelkomen uw mening weer in deze uitzending. Ik moest het even kwijt wat het deze is aangaat. Ik oordeel niet over de mensen die geselecteerd zijn, maar ik geef u wel een beeld hoe ik zie wie een commissaris moet zijn. Een commissaris moet zijn. Een burgermoeder of een burgervader. Prima. Een mevrouw vroeg van, we weten dat er een aantal mensen zijn gearresteerd en aangehouden in de grootste money scandal, swindle aller tijden. We zien dat de voormalige governor nog in de cel zit als verdachte, geen veroordeelde als verdachte. En we zien Cromosuto, de directeur van de Surinaamse Postsparbank, die is ook ergens in een cel. Oké, ik ga moeten onderbreken, ik kan mijn verhaal niet afmaken, maar laten we de beller de gelegenheid geven. U bent in de uitzending. Goedemorgen, meneer Farid. Goedemorgen. Ik wil het hebben over die aanstellingen waar u het net over heeft gehad, over de DC's. Een DC moeten we vergelijken als een burgemeester in het buitenland. En je moet wel bagage hebben, neem ik aan. Ik neem aan dat wanneer er een opmerking wordt gemaakt van de ABOP heeft geen kader, dan vind ik, dan moet je naar je partijen gaan waarmee je samen werkt, waarmee je een coalitie hebt gevormd. En dan ga je daar je kader zoeken, bij die. Dan ga je die partijen hun de gelegenheid geven om hun mensen aan te stellen, namens jou. Maar nu ga je in een andere hoek, en wat mij dan nu het licht doet aangaan, is dat de gesprekken die zijn gevoerd tussen de gewezen president, meneer Santokki en meneer Brunswijk, dat er op een gegeven moment bepaalde afspraken zijn gemaakt om bepaalde mensen ook bij te schuiven in de nieuwe leiding. Wat helemaal verkeerd is. De ex-president heeft toen ook nog een opmerking gemaakt tegen een journalist. Lukusaib zat op een schaakbord. Wanneer we dat in onze achterhoofd meenemen, dat je Lukusaib zat op een schaakbord, dan moet je nu toch denken, gaan overwegen van inderdaad wat er op het schaakbord gebeurt. Men hanteert mensen nog die in de politieke partijen zijn geweest van de vorige president. Wat je nu gaat krijgen, is dat je inmenging gaat hebben. En er is ontevredenheid, grote, en ik denk dat dit ding op een gegeven moment gaat barsten. Want dit gaat men niet volhouden. Ik ben bang dat het volk die gekozen heeft voor eerlijke leiders op straat gaat komen.
Want dit kan niet als men al vanuit de partij zelfleiding al tegenstand begint te bieden. Dan denk ik dat er heel snel een breuk zal komen. Ik kijk niet naar die breuk. Ik verwacht die breuk niet. Ik hoop niet dat het gebeurt. Maar ik hoop dat de president aan tafel gaat zitten met zijn coalitiepartners. En duidelijk aan gaat geven van wat er moet gebeuren. Want als het zo doorgaat, zie ik het somber in. Dank prima. U wel. Dank u wel voor uw mening. Dit is Rashid Pirkans, Kalajorkal. Ik hoop dat ik dit kan afmaken, want er zijn zoveel mensen die bellen. Ik verwelkom uw mening uiteraard dat ik mijn verhaal niet kwijt kan hier. Maar ik had het over de aanhouding van de mensen, zoals Van Tricht is aangehouden, er is een mevrouw Hausiel aangehouden. Er zijn een aantal mensen in die zwendel aangehouden, dat te maken heeft met de Centrale Bank van Suriname. En nu is de directeur van de Surinaamse Postspaarbank ook aangehouden, de heer Kromos Soeto. Kromos Soeto vergeet ik nooit, los van die zwendel. Die vergeet ik nooit. Weet je waarom? Hij was minister van RGB, was hij. Hij was minister. En toen ze hem hebben betrapt dat hij een beschikking had getekend van honderden, duizenden hectare grond in het binnenland, kwam hij plotseling met het flutverhaal. Hij had het niet gezien. En ik onthoud als te zijn, hij is dan ziende blind. En toen kwam het terrein in handen van die onderminister Gopi. Kent u dat verhaal nog? Gopi was een onderminister die toen het terrein toegewezen had gekregen. En hij zegt, hij had het niet gezien. En een man die niet kon zien wat hij had getekend, hebben ze toen op die bank gezet. En hoogwaarschijnlijk heeft hij daar dat geld ook niet gezien. Maar goed, hij zit ergens in de cel. Het onderzoek is bij het Openbaar Ministerie. Meneer Hoefdraad wordt ook gezocht. Gilmer Hoefdraad wordt gezocht. Hij is nog niet gepakt. Er is een opsporingsbevel tegen hem. Al bij al, als deze mensen inderdaad iets hebben gedaan, want we weten dat nog niet, houd dat vast, dat zijn allemaal verdachten. Maar mocht blijken dat ze een daad hebben verricht, dat is dan alleen bij oordeel van de rechter, En mochten ze inderdaad bij oordeel eventueel van een rechter een daad hebben verricht waarbij vermissing van geld is, zo je wilt, geld is gestolen, goud is gestolen, whatever is gestolen, naar oordeel van een rechter in de toekomst, ik kijk in de toekomst, en men wordt veroordeeld eventueel voor een gevangenisstraf van 1 of 4 jaar, whatever, dan ben ik daarin niet geïnteresseerd. De vraag is, mocht men ooit veroordeeld worden, wat ik niet weet, want ze hoeven ook niks te hebben gedaan, is de vraag, hoe krijgen wij al die gelden terug? Want dat is the name of the game. Want voor 100 miljoen, als ik steel, wat ik niet ga doen uiteraard, maar ik neem mezelf als de veroordeelde, wil ik wel een jaar in de gevangenis gaan. Bij wijze van spreken. Om daarna met 100 miljoen te zitten ergens in de Bahama's. Kunt u me volgen wat ik bedoel? En als je wordt gepakt, en dan zeg je, oké, want ik heb eigenlijk 200 miljoen gestolen, dan zeg ik, oké, hier heb je 50. En dan nemen ze geruststelling met 50, maar dan heb ik nog steeds 150 miljoen. Dus de vraag is, hoe krijg je dat geld terug? En om dat geld terug te krijgen, heb je daarvoor gespecialiseerde mensen voor nodig. Je hebt los van forensisch accountants nodig die naar de papieren gaat kijken. Die gaat naar de papieren kijken, maar die is nog niet in staat om dat geld terug te halen. Om dit geld terug te halen, als het om miljoenen gaat, heb je daarvoor zwaar gespecialiseerde mensen nodig en die heb je in mijn land niet. Misschien heb je 1 verdwaalde rondlopen, maar in mijn land heb je het niet. Dat zeg ik u nu. En je hebt het op het Openbaar Ministerie ook niet. Ook niet. Maar er zijn wel internationale bureaus. En ik ken zeker 1. Ik ken niet 2, ik ken 1. Maar er zullen meerdere zijn. Die zwaar gespecialiseerd hierin zijn om de geldsporen te volgen. Want dat geld, als er geld is verdwenen, hè, houd dat vast. Dan is het, ligt het niet onder een matras van iemand. Het ligt niet onder een matras. Geloof me, het is geïnvesteerd in onroerend goed, in dure zaken, dure horloges, dure schoenen. Het is geïnvesteerd in beleggingen, in aandelen. Of het is weggesluist naar een buitenlandse bank, of naar verschillende banken, of naar verschillende stichtingen. Het is verspreid. Het is zodanig verspreid
dat niemand het hier gaat kunnen vinden. Niemand hier. Ik zeg het u, ik geloof niet dat iemand hier het kan vinden. Want in mijn geschiedenis, in mijn land, hebben we nooit geld teruggevonden in dit land. Nooit. Oei. Ik kan me niet herinneren. Dus dit gaan we ook niet vinden. Je kan het pas vinden als je die bureaus inhuurt. En die zijn zware jongens. Die zijn zware jongens die geldsporen volgen in de wereld. En voor veel landen hebben ze gevonden. Voor veel landen hebben ze gevonden. Miljoenen hebben ze gevonden. Maar om dit soort bureaus in te huren, kost dat geld. Het zijn geen goedkope jongens, hè, die voor 5 SRD werken. Het zijn geen goedkope bureaus die je zegt, ik heb een ticket en ik heb 3 dagen Toradica voor je. No. Dat zijn dure bureaus. Maar om geld te halen, moet je geld investeren. En die bureaus zijn er wel. Maar in mijn land gaan we het niet vinden. Misschien is er 1, tot daar, ik weet het niet. Maar je gaat internationale bureaus moeten inhuren die de geldsporen volgen. De geldsporen, je moet geldsporen kunnen volgen. Data kunnen lezen. Om te weten, als er inderdaad geld verduisterd is, waar is dat geld? Anders ga je een leuk verhaal krijgen. Oh, ik heb iemand veroordeeld. Hij is 1 jaar in de gevangenis. Huppiekajee. Prima, maar daar heb ik geen boodschap aan. Geloof me. U bent in de uitzending. Goedemorgen. Goedemorgen. U spreekt tot Pinas. Meneer Pinas. Bent u er nog? Ja, ik ben er. Ja, gaat uw gang. Ja. Ik wil ook een bijdrage leveren aan uw programma. Gaat uw gang. Met betrekking tot onder andere de nieuwe DC's, maar ook het hele gebeuren rondom de verkiezingen. De leiders van de partijen, die hebben de kiezers verteld dat ze een change zullen brengen in Suriname. Met name de voorzitter van de VAP heeft een heel mooie campagne gevoerd. Ook de ABOP is op hun eigen wijze in het veld geweest. Ze hebben het volk, althans het grootste deel van het volk, kunnen overtuigen. En het volk heeft 3 partijen de grootste meerderheid gegeven. Ik laat even de NDP erbuiten, omdat die hele strijd ging om de NDP aan een kant te zetten. Dat is gelukt. En in totaal hebben deze 3 partijen, de VHP, de ABOP en de NPS, ongeveer 33 zetels gehad. Wat blijkt nu? Het volk schijnt ontevreden te raken vanwege het feit dat zaken zich niet voltrekken zoals dat beloofd is aan de kiezers. Laat me een paar voorbeelden aanhalen. Er is gezegd, men zal erop uitgaan om gelden die weggemaakt zijn, om gelden terug te halen. Een regering kan geen gelden terughalen, nog de assemblee. Dat gaat via de juridische weg, dus via het Openbaar Ministerie en de rechterlijke macht. De president heeft zijn commissies samengesteld en deze commissies zijn bezig te inventariseren. Wat blijkt bij de overname van de administratie, zijn heel wat zaken weggemaakt. En dat is alvast een grote schande voor een administratie. Dit volk houdt zich rustig. Ik persoonlijk, ik hou me bezig met die vraag, hoe is het mogelijk dat simpele dingen als voertuigen, als administratieve zaken zoals computers, printers enzovoorts, die administratief zijn vastgelegd, niet gevonden kunnen worden of teruggehaald kunnen worden. Dat betekent alles wat de overheid koopt. Er zijn bewijzen, er zijn kopieën van bewijzen, et cetera, et cetera. Hoe kan het dat die dingen nog steeds niet terug zijn? Maar goed, ik heb tot vanmorgen gelezen dat druppelsgewijs die voertuigen terugkomen. Ik hoop dat het snel gebeurt. Wat we nu zien gebeuren, ik heb stellig het gevoel en ik lees zaken op social media en ik ben veel op de app. Het blijkt dat de NDP een dikke vinger in de pap schijnt te hebben of schijnt te zullen hebben. Als we kijken naar de 2 meest recente zaken, invulling van de RVC's.
En de namen die ik hoor, rasechte NDP'ers. Ik wil nog niet eens praten over mensen die gecorrumpeerd hebben. Die mogelijk op hun plaats gelaten worden. Als ik kijk naar een van de DC's van Paramaribo. Meneer Pierkan, ik ga geen naam noemen. Maar iedereen zal weten over wie ik het heb. Dit is meneer Nerkus. U mag het noemen. Het is geen publiek geheim. Oké. Ik praat dan, u heeft die naam genoemd. Ik ja, praat ik heb over het genoemd. Meneer Nerkus. Ik ga u zeggen, men is zo ontevreden. Naar aanleiding van wat deze man gedaan heeft. En deze man heeft met name de partij die nu aan de macht zijn, geprobeerd met de vloer te vegen. Die man is zelf zo ver gegaan, en ik zeg het niet, mevrouw Van Dijk Silos heeft het gezegd. Die man heeft het OKB zo een klap in het gezicht gegeven om OKB te weigeren toegang tot NIS, waar die spullen zijn. Meneer Nerkus heeft waarschijnlijk, en ik zeg waarschijnlijk, heeft hij waarschijnlijk advies uitgebracht bij Wakapasi. Waarschijnlijk is er ook advies uitgebracht in de KUL. En zo zijn er nog heel wat andere dingen. Laat mij u zeggen, meneer Nerkus heeft mensen van politieke partijen aan een kant gezet. Ze zijn thuis en ze zijn op strafpost. Om nu aan te horen dat deze meneer gehandhaafd zal worden. Wel, ik ga u zeggen, de partijen gaan het merken. Dit volk begint zich te roeren. En er zijn activisten die zich beginnen te groeperen. Als het zo door blijft gaan, dan kan ik u zeggen, ik ben het eens met de mensen dat we dit niet willen. Maar binnen de politieke partij, als we zien wat gebeurt in ABOP. Wie had gedacht dat de Bordeaux, dat de Belfort zo zou opkomen tegen, zeg maar, de leiding in de partij. Als u ziet die behandeling die de Nationale Partij Suriname kreeg. Als u ziet dat mensen als Jogi, meneer Gayadin enzovoorts opkomen tegen misstanden of zaken die zich als misstanden aandienen binnen de VHP. Meneer Pierkan, ik heb een zwaar hoofd. Ik mag u zeggen, als het zo door blijft gaan, dan zal deze bevolking zeer teleurgesteld zijn in de leiders. En ik maak daarom gebruik met uw toestemming van de gelegenheid om de president Jan Santokki uit te nodigen om goed te letten op zijn zaak. Laat hem goed kijken naar zijn entourage. Okay. Naar zijn inner cirkel en anderen. Prima. Want infiltraties vinden plaats. Het ligt verder aan hem. Is goed. Dank u wel. Dit was onze laatste beller. Want dan ga ik naar mijn afronding toe. En dan ga ik die topic behandelen die iedereen wil horen. En ik heb mensen de gelegenheid gegeven om hun gedachten te laten ventileren over verschillende onderwerpen. Maar het komt erop nou eigenlijk op het volgende neer. Wat de buzzword is de afgelopen 48 uur. Het komt erop neer dat toen de verkiezingen werden gehouden, dat politieke partijen, voornamelijk de ABOP en de VHP, een uitgesproken mening hebben gehad over de schade die zij de mening waren toegedaan die de NDP heeft aangericht aan deze natie. Niet alleen de schade financieel, maar ook de schade in materiële zin en in geestelijke zin aan deze natie. De beelden zijn terug te vinden. De NDP is ook de verkiezing ingegaan op haar eigen manier. Om te zeggen, ik heb het goed gedaan. Daar waren zij de mening toe gedaan. De ABOP, onder leiding van Ronnie Brunswijk, had ook een mening van met de NDP, daar werken we onder geen beding mee samen. Meneer Belfort had zijn eigen en nog steeds zijn eigen tv-programma, waar hij continu en tot nu toe een eigen uitgesproken mening heeft. En meneer Bordeaux, die een zeer flamboyante politicus is, op zijn eigen manier, met veel aanhang, Bordeaux heeft veel aanhang, heeft ook een uitgesproken mening gehad. De VHP, onder leiding van Chan Santokki, heeft een heel moderne campagne gevoerd. Een heel moderne campagne. Want u moet goed vasthouden. De VHP heeft meer dan 104.000 stemmen gehaald. U moet niet naar de zetels kijken. Dat is 20 zetels, prima. Dat is 104.000 stemmen.
is ongekend in de geschiedenis van de VHP dat zoveel mensen hebben gestemd op een politieke partij die bekend stond, nu niet meer, maar bekend stond als een partij primair bedoeld voor Hindoestanen. Wat Santokhi heeft gehaald en gedaan, met ondersteuning van 104.000 mensen, 104.000 plus mensen, heeft Jagannath Lachman zelf niet gehaald. Jagannath Lachman zelf heeft niet gehaald. De VHP strandde altijd rond de 40.000, 45.000 kiezers. Daar strandde ze op. Met een beetje goed geluk, 50.000. Dus wat hij heeft gedaan, met die campagne, met de techniek, om mensen te overtuigen, het nieuw elan van de VHP, hebben mensen hem 104.000 stemmen gegeven. Bijna 50.000 stemmen. 50.000 plus stemmen die de VHP heeft gehaald, zijn van niet-Hindoestanen. Houd dat vast. Meer dan 50.000 plus stemmen van de 104.000 stemmen zijn niet van Hindoestanen geweest. Maar die hebben wel op de VHP gestemd. En de VHP 104.000 gegeven. Vandaar dat iedereen kijkt naar de VHP. En in minder mate naar de ABOP. In minder mate naar de ABOP, omdat ABOP niet een track record heeft van de VHP. Vandaar dat iedereen zwaar kijkt en tilt naar de VHP. Iedereen kijkt naar de VHP. En iedereen zet die zware stenen op de schouders van de VHP. En Santokhi heeft toen gezegd, zet die stenen op mijn schouders, ik ga ze dragen voor jou. En hij draagt ze. Ik weet dat hij het draagt, omdat ik hem ken. Wat er gebeurt nu, dat men NDP Valikant heeft afgewezen, en dat wij nu zien dat prominente NDP'ers, dan heb ik het niet zozeer over de personen, maar over het systeem, toch nog gefaciliteerd worden in een kabinet dat heeft gezegd dat beleid van toen wil ik niet hebben. En die mensen dan niet op de personen afgaan, maar op het systeem worden gefaciliteerd door de ABOP. Ze worden niet gefaciliteerd door de VHP. Ze worden gefaciliteerd door Ronnie Brunswijk. En niet door Belfort. En niet door Bordeaux. Ze worden gefaciliteerd door Ronnie Brunswijk. En waarom Ronnie Brunswijk deze agenda draait, moet hij komen vertellen. Want hij draait een agenda die ongekend is, niet gewenst, en waarvoor de mensen Valikant, de NDP, hadden afgewezen en deze coalitie de ruimte hebben gegeven. Maar Ronnie Brunswijk doet die handeling en zet die stenen op de schouders van Chan Santokhi. En Chan Santokhi heeft nu meer stenen op zijn schouders. Hij heeft niet de ellende alleen overgenomen economisch. Hij heeft niet de ellende alleen overgenomen van zwakke instituten. Hij heeft niet alleen de ellende overgenomen van een kapotte samenleving. Hij heeft niet alleen de ellende nu van COVID-19 op zijn schouders. Hij krijgt nu de ellende van Brunswijkse aanstellingen van mensen die niet gewend zijn op zijn schouders. Een extra gewicht bij. Een extra gewicht bij. Vandaar dat tot nu toe niemand de president heeft horen praten hierover. Tot nu toe. Maar laat het niet zo zijn. Laat het niet zo zijn. En dit is niet bedoeld voor de ABOP. Want ABOP heeft ook goede mensen. Want we hebben gehoord dat Belfort een uitgesproken mening heeft. Bordeaux heeft een uitgesproken mening. En zo zullen ook meerdere in de ABOP een uitgesproken mening hebben. Dus we moeten niet zeggen, is de ABOP. Het is Ronnie Brunswijk. Het is Ronnie Brunswijk. En Brunswijk voert zijn agenda uit en niet geen agenda van de ABOP. Want de ABOP-stem hebben we al gehoord via meerdere mensen. Dus Ronnie Brunswijk
moet die stenen die hij extra op die president zijn schouders heeft gezet, weghalen. Dat is het advies. Hij moet het weghalen. Want hij bedriegt de kiezer. Niet Abob bedriegt de kiezer. Want we hebben Belfort gehoord, we hebben Bordeaux gehoord. Ronnie Brunswijk bedriegt de kiezer met wat hij als ABOP'er, als voorzitter van de ABOP, de kiezer ook had beloofd. Dit willen we niet hebben. We gaan het beter doen. Ik ben een marron op de stoel. En we waren allemaal trots. Ik ook. Ik ook. Al ben ik geen marron. Ik was wel trots toen ik het hoorde. Waarom niet? Ik heb het ook in deze uitzending gezegd. Ik heb het geloof dat hij het goed gaat doen. Ik heb het hier gezegd. Omdat zijn toespraak bij zijn beëdiging, ja, in het parlement, mij heeft geraakt. En ik dacht, deze man gaat het goed doen. Maar hij heeft nog kans. Hij is nieuw op die stoel. Hij is nieuw op die stoel. En hij is geen Ronnie Brunswijk die rent in een bos met een geweer. Het is geen Ronnie Brunswijk die rent meer als een jungle commando leider. Het is geen Ronnie Brunswijk die achter voetbalspelers rent met een schop van ik ga je schoppen. Ik ga je schoppen. Nee, is vicepresident Ronnie Brunswijk. Hij moet leren omgaan met die nieuwe functie. En het is niet gewenst dat hij mensen die de burgerij accommodeert, hij accommodeert in een systeem die de bevolking niet heeft gewild. ABOP'ers hebben dat ook niet gewild. Hij moet die agenda van hem, niet van ABOP, moet hij verbranden. Die agenda is niet goed en het werkt niet. Dit is geen Tjan Santokki. Maar Tjan Santokki heeft ook een strategische groep. Maar hij bedoelt het goed. Hij heeft commissies al ingesteld. Dit gesteld. Ik ga dubbele salarissen bekijken. Hij heeft een commissie ingesteld voor ongebruikelijke goederen in te stellen. Waar zijn die spullen naartoe? Hij is al begonnen in 30 dagen. Hij werkt in 30 dagen. Het is Brunswijk die feest viert. Niet ABOP. Brunswijk viert feest. Dus Ronnie, dit is mijn lobby. No por asan. No por asan. Want dit is mijn lobby. De ABOP mijn lobby. Mijn trots op u. Maar no por aplei. En één VHP'er. Weer in Ayodhya. Zou ook zitting nemen in een RVC van de EBS. En weer in Ayodhya. Als u hem niet kent, ga hem googelen. Hij is cum laude geslaagd, hè. Weet je wat cum laude is? Ik zelf weet het niet. Want mijn zwemdiploma mijn abi. Is dat met takkie toch? Is dat boy srapu. A srapu op zijn vakgebied. Maar hij heeft consequent gezegd. Hij gaat niet in die RVC onder leiding van Andy Rusland. Omdat Andy Rusland mede verantwoordelijk is volgens hem voor wat er binnen de situatie in het land is gebeurd en binnen de EBS. En hij gaat niet onder zijn leiding. En dat is iemand met karakter. Is karakter. Dat heeft hij getoond. Dan mag Ronnie Brunswijk zetten wie hij wil. Want hij valt. Want ja, VP, die vallen. Maar dan maakt dat, doe je, doe tori. Meer gratis. Ik ga fietsen. Ik ga fietsen. Dus die stenen die Brunswijk en die ellende die Brunswijk creëert. Je bent niet meer, je bent een jungle commando moro. Je bent een vice-president. Grondtapu en lukusa je doe. Grondtapu en lukusa je doe. Alama en lukusa je doe. En de bevolking in wraak, tap you. En dan tap chan, tap you. De mijn wraak. En wraak in die zin, van dat zet oneens zijn. Dat bedoel ik met wraak. Oké, okay? Dus je moet niet gaan denken wraak met geweld, nee. Ze zijn het oneens met wat je doet. Dus haal die stenen weg. Mensen hebben het niet gewild zo. Die burger heeft het niet gewild. Die burger heeft gezegd, we gaan een goede samenleving maken.
We gaan alles dat kapot is in tijd herstellen. Wat niet overnight kan gebeuren, maar in tijd gaan we het herstellen. Dat wil die bevolking hebben. En ik roep die aboppers op. Alle goede aboppers. Want dat zijn goede. Kom de eerlijk toch. Anders zomaar de man kunnen we een coalitie toe toch. Voor takangai voorzitter. Belamang. Want kan deze jammer als zo lang als hier in en ook. Wee, wee, wee. Ja, takanga man. Dit is nog kang. Dit is nog kang. En haal die stenen van die president weg. En vraag die president niet om te doen wat hij niet wil doen. Wat hij niet wil doen. Want hij wil een goede partnerschap hebben. Hij wil Ronnie liften van waar Ronnie nooit van had gedroomd. Want Ronnie gaat je niet meer schoppen. Ronnie gaat een land draaien. Hij gaat je niet meer schoppen. Hij gaat een land draaien. En draai maar kondre bamboen fassi. Die volking heeft dit niet gewild. En poer a stong. Poer a hebi. En die is aan een abop. Die is naar Brunswijk. Poer a hebi. En een agenda zei abi. Bromme agenda. Want die is aan een abop agenda. No tjara partij in een hebi voor jou. No tjara partij in een hebi voor jou. Mensen hebben dit niet gewild. En dan die een afwachtende houding aan. Tot woensdag wanneer ik weer terug ben. Met Kel Ajorkel. Dat intern de VHP ook ruis heeft, dat hebben alle partijen. Ruis in de VHP kan, is een grote partij. Dan maar een biggie partij. Maar de 4000 stem. Brara, een grapje, Mickey. Nou, een biggie partij. Dus er is altijd ruis. En iedereen is ongeduldig. Iedereen is ongeduldig. Want ze hebben 10 jaar gewacht. Want 10 jaar is maar VHP brombangi. De man brombangi 10 jaar, brara. 10 jaar langa. Is dat op een man dede? Is dat op een man geboren in 10 jaar? Op een man geoor in 10 jaar? Dus allemaal op haast. En in haast, de man voor druk. De man voor druk. Look, Abob, dat is mijn haast. Want Abob heeft geregeerd van 2010 tot 2015. De man brombangi 5 jaar in omo. Aan nog 10 jaar de man brombangi. 5 jaar nog de man brombangi. Maar de VHP man brombangi 10 jaar. Alle de man bellen brong. De man bellen brong. Dat de man haast. Dus Sasantoki moest doen in 3 jaar. De man moet Sasantoki doen in 1 day. Maar dat kan. Coalitie runnen, een land runnen, is compromis, is consensus. Dus alle partijen VHP hebben toe. Dat NPS de ontevreden. Ik kan begrijp NPS. Na Groenjari. Ik nog kan behandelen NPS zo stiefmoederlijk. Van Lix. Mina Abiu van Oud. NPS is een partij waarvoor die wel betrouwbaar is. Als ik moet kiezen, kies ik NPS als partij, als een partner. Als een partner. NPS is een betrouwbare partij. Ze zijn wel koppig soms, ze hebben arrogantie ook, maar dat hebben alle partijen. Maar het is wel een betrouwbare partij. Dus de moment dat NPS op 2 zetel of 3 zetel, misschien op 1 zetel de man is een betrouwbaarheid koop je niet op de hoek van een Chinees. Die een pontje betrouwbaarheid toch? Nou, met betrouwbaarheid word je geboren. Karakter en eigenschappen krijg je in je opvoeding. Dat koop je niet op de hoek. Dus een trouwe NPS. Ik begrijp dat met Taki. Maar Abob, Igeri, je bent geel. Blijf geel. Blijf trots geel. Lukus zei het doe en corrigeer haar voorzitter fi. Maar dit kan niet, want dit heeft die samenleving niet gewild. En aboppers hebben het ook niet gewild. Dan groet ik u. En dan ben ik er weer, inshallah. Inshallah betekent niks anders. Als God het wil, ben ik er woensdag weer. Met een andere aflevering van Rashid Pierkans Kalajorkel. Ik groet u. Ram Ram, namaskar, goede hafiz, assalamu alaikum. Dit was Farid Pierkan voor Rashid Pierkan Kalajorkel. Dag.